Hallo. Is Koos Jaten er ook? Jawa. Hallo Koos Jaten. Goeiedag Heem. Hey, we hebben ook een gast. Ja, en wat voor een. Ja, dat wist u en dat weet ik. Maar wie de chat dat ook? Wie is de gast, dames en heren? Raad eens even wie de gast is. En dan eerder ga je zich nooit voorstellen. Stel je voor. Nee, ik bedoel, hè? Mr. Deathman, goedenavond. Gaan we de 8500 halen? Dat wordt spannend, maar we gaan er gewoon voor. Ik heb er zin in, zegt Danny Balin. Ron T. zegt goedenavond, Emus en Koos, ja. Hey, goeiedag, Eben. De Karel Chinees zegt, goeiedag, Petel. Oh nee, Eben. Mark Slap zegt, Guido, nee. Wolfmap, nee. Blok. Dinando, wat zegt u? Ralf Koenen. De Blok, nee, niet de Blok. Wolfman, dat wordt toch redelijk veel Wolfman verteld. Maar die zit gewoon in de chat, ja jongens. Hoi Kiel. Nou, ik zal zeggen, de heer X, stel u even voor. Hoi. Goeiedag, Heb. Nou, duidelijk, hè? Ladies and gentlemen, Mr. Wolfman. Ja, the one and only. The one and only, dames en heren. Die met die malle clownskabbies. Wel, die. Ik zie hem nou in de chat. Hoe is het, jong Wolf? Ja, goed hè. Dacht ik maar even. Met jullie ook? Ja, best. Jouw. Nou wel weer. Ja. Ja. Kom met zijn stress. Ik heb mijn stuurtje in aan. Het is kloor, hè. Is die stuurtje les zitten? Ja, hij doet nou veel beter dan gisteren. Oh. Ja, gewoon nul weerstaan. Nee, wel wat weerstaan. Ik weet niet hoe ik dat eruit moet krijgen, maar dat moet dan maar zien. Ja, dames en heren, toch de Wolfman. Ja. The one and only. Perry Pekel. Ben ik de volgende gast, zegt Jeroen? Nee, ik heb nog. Ik wil even op mijn manier even mensen zo nu en dan uitnodigen. Komt goed, Jeroen. Ralf Koenen, zie je wel, ja. Hij had het toch misschien wel dacht. Gerry Pegel. Hoeveel denken ze dat eigenlijk allemaal? Dat wil ik eigenlijk zelf wel even. Ja, dat weet ik niet. Hoe dat nou direct wordt? Doe ze eerst een gast en ze direct. Maar als je denkt van het zien, wordt het ook direct allemaal, hè? Ja, vreemd inderdaad. Ik heb het niet gezegd, leuk ik. Nee, dat. Nee, en ook geen aanwijzing of zo. Nee. Want ik. Ja, nee. Wolf, wat heeft toen een gedempt geluid, jong? Dat heb ik hem ook al even voorgesteld, maar... Ja, sorry. Dan moeten ze een microfoon onder de neus plakken. Dat kan nooit dichterbij, wees wel. Oh, we hebben hem dan al achter in keel zitten, doe. Dat heb je achter in het strut, jong. Ja, juist. Dus dat wordt niet waar. Nee. Nou, maar leuk dat je erbij bent. Ik vind het leuk om zo nou en dan even een gast uit te nodigen. Dat doe ik zelf. En Mr. Wolf heeft zich nog nooit één keer aangeboden, maar ik vind het leuk om ze nu en dan moderators, mensen, goede bekenden uit te nodigen. Dus dat jongens, wat gewoon vandoor doen. Ik heb even mijn idee. Co, ben je er ook nog maar net bij. Wolf en ik hadden alleen maar een ideetje. Nou. Ik heb stroombodel. Ja. Die buitenlaan is bijna kloor met oogst. Die is kloor. Oh, die is kloor. Dat moet hem opgeroemd worden met die Mauza. Ja. En oh sorry. En dat moest dat moet even opruimen worden met die mauzen en dan wil ik door even strand op jij met containertje. Ah, juist. Containertje juist. En dan een Scania trucje, tankje erbij. En dan met die Venus tank. Ik heb die veder staat eraf, klapt. En ik heb er gewoon een buis aan last met een sproeiboog. Lijkt me beter. Oh. Dat dan wel goud. Doe een lassen. Nou, dat zien we wel. Die buizen eraf duwen is mijn schuld. Dat is wel gewoon, Emus, hè? Nou, zo staat. Wat, joh? Lees je dat helemaal op de chat? Dat kist toch via die glens mods van wel erin zit. Ah, poef. Dat maakt nou wat puntjes neerzet. Ja. Hij is een andere naam. Hij is Mr. Ja. Oh, dan had ik die glens had ik hem verkleind moeten. Ja, zo. Nou, dus de bal al weer in de soepel. Oh, die moet eigenlijk schuil. Ach, een fijne avond, jongens. Ja, nou, groen. Hey. Was leuk. Ja, groen met handen en voeten. Jongens, druk hem op het duim. Ik wil in het begin met een enorme duim rondje.
Wat voor rondje gaan we doen? Wolfman, wat voor rondje gaan we doen? Dat ben ik eigenlijk niet zo houden eigenlijk. White Knight. Ja, in die andere rondjes vind ik allemaal zijn standaard. Dus we beginnen gewoon met een voorstel rondje. Goeiedag, hey Muus en Co en Wolf. Ik ben... Ja? Ja. Ja, doen we het direct gewoon. Doen we nu op dit moment. Mensen, stel u zich even voor. Hey Joel Pennings, ken je mij nog? Ja. Via de Facebook chat. Maar nogmaals, ik spreek wel eens meer mensen, dan moet ik altijd wel even een beetje aan denken. Joel Pennings zegt, Joel, waarom is er nooit een combine foldo? Dat weet je nooit. Tom, Klaas Hofstee, Mark Slob, Co. Ja. Marcel. Hoe het doen? Ja, hoe is het werk? Hoe is het werk af, Mark? Ja. Stefan, Jens, Dinant, kale Chinees weer. Groeten van de Lanting Farmers, jou hoor. Ik ben Roman, Ale Jan. Ik ben Mart Krijgsman. I am the Death Man. Goedemorgen, de Death Man doneert €1,25 en die zegt: Yo, Wolfman, dikke truc, jongen. Dank je. Hartstikke goed. Je hunt wel, ik heb ook een nieuw donatieliedje. Even heel leuk. Klassiek, melodietje. Ik wil alleen wat anders. Harm Ezerman is er ook weer bij, die zie ik ook voor. Is Patrick er al? Nee, Patrick komt ietsje later. Maar die Patrick is hartstikke zenuwachtig. Wat nou dan? Ja, die gaat een week met mij mee erin. Oh nee! Ja! Dat is ook zenuwachtig, weet ik niet. Echt wel. Dat was een drama. En die Patrick, alle mannen putten doen en die Peter overal vierde fluit. Ik weet wel hoe dat gaat. Ja. Nee, moet een beurtje geven. Maar hij is een hele mannenboer. Dat was gelukkig. Hij moet olie verversen en ik doe laptop waak. Hij doet studeerde even nog. Ik heb even kijken bij de boer is. Ja. En uiteindelijk belanden bij de boer. Hè? Nou, zo kent wel weer. Oh, sorry. We zijn live. Dat kreeg ik in de uitknip, hè. Dat wist je. Oh, ik kill. Jarne, Niek en Yellow Aben ben er weer. Sander van Vliet. Ik ben Gerry Pegel. Zeg Gerry Pegel. Uit Pegel. Oh, dus moet nu alles alleen modereren. Nee, de Wolfman die kijkt altijd met zijn half oogje op zit, wist wel? Ja, de Wolf die had 4 schapen en 4 ogen op dit moment. Ja, 4 schapen, 5 handen. En die jongen is zo schaap, dus... Dank je. Oh nee, we zullen geen complimentjes geven, Wolfman. Hè? Dat mag nee, niet, hè? Nee, is het zo. Oh, mocht dat niet? Nee. Het is zo'n hekel, hè. Het is een hekel, hè. Ja? Ja, dat vind ik niks. Ja, zeker. Wees bang, wees de S vliegangst. Nee, vind ik niks aan compliment. Ik wel. Vind ik leuk. Ja. Ja, maar door hem zeg ik ook, klopt hè, Emus en Emus C en och, hoor je. Ik wil eigenlijk hem overspringen naar die Mauza, want die combine hier, dat duurt nog wel even. Nee, dat kan uit, Peter. Brenn? Ik ben er dan uit. Waar bist du dan uit? Ja, bij die mouse niet. Oh, nog niet? Nee, oh. Ik ben bijna bij die mouse. Ja, als die holme kloor is, ken je ook wel voor? Ja, nee, maar verkopen bedoel ik. Ik ben net bij de boerderij. Oh, hij is hem door in zetten dan? Ja, ik zit net onder dak. Oh, oké. Okay. Nou, we moeten hem ook eerst schoonmaken. Ja, voordat we hem zetten genoeg eerst. Ja, ach, dit is een combine lang niet kloor. Hey. Oh, wat doe daar? Och jeetje. Oh, wacht even. Silvano Jeremy doneert €5 en zegt een donatie voor een vent 9,39. Oh. Oké. Ja, we hebben op dit moment geen vent in de game. Ja, de in-game vent. Maar nog een vraag voor hem, Peter. Nog een vraag voor? Nog een vrachtwagen, alsjeblieft, dankjewel. Wat hè?
Ja, nou, de ene staat voor de strandpurren en de andere staat voor de. Wat is dat? Wat is dat volgens jou? Met zin? Biddy Cowboy. Ja, en dan moet ik nog aan hebben om die bieten af te voeren, neem ik aan. Ja, dat is goud. Ik koop die direct. Vraag gewoon, jongen, het is toch niet. Ik bedoel, dat doe ik niet moeilijk. Ja, dat kun je zo even via die mouse in die trailer. Ja. Ja. Dat staat er. Niks uit. We kunnen wel even kijken bij de buitenkast en dan kunnen we ze gelijk wel afvouwen. Waarom kan ik er nog niet in staan? Toe. Stap. Hier, zo. Even kijken hoe de bietjes. Oh, die Mark Slap zegt, mooie petje. Hey, Muus, ja, mooi hè? Het collega heeft mooi een BM gebracht, of niet? Hartstikke goed. Een huis, een tent meer. Huh? Even is goed bezig. Mooi beeld, echt hoor. Zeg knooi hoor. Nou, dankjewel. Ik heb weer een beetje op naai indeeld. Bomien, de donations van de laatste tijd. Onderin, de Deathman doneert 1 euro. En die zegt, doe dan maar een Ford 8630. Toch, cool. Ja, hoor. Oes, mijn hart, boom. Oes. Kom van die Ford. Ik kom van die Ford? Ja, dat is een mooi spul, hè. Ah, Gil. Ja. Wat de rukte neemt hem met, zegt hij dan altijd. Heb je die scone al met Kieber hier met je staan, Mr. Boomman? Ik ben onderweg. Oké. Woont u in Niekerk, meneer Ebenhuis? Ja. Wie is de gast? Mr. Wolfman, dames en heren. Hoe is het met het partytent? Ik heb hem vandoor besteld, letterlijk en figuurlijk. Nou, gewoon letterlijk eigenlijk. Ebenhuis, waar ben je voor aan het sparen? Voor Ebenhuis en Cochard een Cytec side panel. 2 stuks, in 1 keer. Zo, ik heb gezegd. Ik zal die muus hem aanzetten. Hier, we hebben de vorige livestream, zo weinig hebben wij nog online geweest, of ben we met elkaar bezig geweest, hè? Ja, dat is het gedrag van de week, doe. Ja, en dus we zijn eigenlijk maar amper verder sinds de vorige livestream. Dus we hebben nou nog net voor de livestream aan nog even, samen met Mr. Wolfman, hebben we nog even de bieten erop jammerd. En dat moeten we nou allemaal doen. Is er, want het is nou intercampagne eigenlijk, hè, met de suikerfabriek, maar hoe ligt daar? Kennen ze die bieten wel gebruiken, hè? Anders slaan we het op, hè? En als die ding een half uur opsloten, dan komt dat wel goud? Jawel, als men niet door, als men niet vriest. Kent maar hem. Oké. Okay. Ja. Oh, ik hoorde dat de superklantjes al waren. Oh. Oh, dat mooi, hè? Best broek. Wie komt er aangeschaard? Ja. Dat heb ik nog een heel zet. Maar ik ben naar mijn stuur. Oh, ja. Doe het ook een stuurtje, hè? Ik heb ook een stuurtje. Maar dat is meer een Duplo variant, of niet? Dat is een Duplo variant. Oké. Okay. Als die, ik van mijn vrouw, maar gewoon echt stuur. Als die binnen zoontje u de bak draait. Nou, die is nog even te kalm van stuur. Oh. Nou, blave mannen die mouwen. Nee, maar dit is een, onder momenten. Ik vroeg me eigenlijk af, waar is Kam gebleven? Ja, die was er kloor met, jongens. Die had geen zin meer. Nee. Cool, hè? Ik was blij dat ik die van duur. En toen kwam wij ook weer tegen en toen zei ze van nou, die vind je hem af. Is je aftijd? En ik heb eigenlijk zo'n goede vervanger nodig. Dus ja, doe maar. Ja. Zo is het een beetje gewoon. Nou, ik heb Kamer wel een appje sturen. Het is zo van, het is wel goed zo. Ja, hè? Ja. Je hoeft niet weer terug te komen. Nee, ik zei, je hoeft maandag niet weer terug te komen. Dat zei hij nog van, tot dinsdag. Maar hij snapt het niet precies. Nou, voor mij hoeft er niet weer te komen. Nee, echt niet. Dan ben ik een boontje kwijt. Ja, dat is ook zo. Eén keer weg. Oh, wacht even, jongens. Babsi en Koen doneren 10 euro. En goud bezig toppers, vooral Wolfman. Ja. Kijk, dat is een goede set dat wij de Wolfman erin beginnen aan hem doen. Doneer ze zomaar 10 euro, Lifey. is dat een bekende van die... Ja, die zit achter me. Dat is een goeie. Hoi, Kim. Fantastisch. Die ken ik. Dit ding hier lijkt goed op baken. Oh, moest nog een beetje... Oh nee, het begint weer. Sorry.
Ja, toen moest ja, de beter ingriep. Ik moet vooral erop. Ja, klopt, sorry. Oh, wat lijkt het moe. Ja, maar. En die Mauser. Kom er ook zo aan. Jorgen, maar gauw vol, Emus. Sorry, meneer Deathman. Ja, sorry. Ik ben gewoon een vrachtwagen chauffeur, hè. Ik schaam mij voor jou, zeg maar. Hi, Gil. Ja, ik heb ook niks van naam. Stijn Vels, wil je mijn naam zeggen? Natuurlijk, jongen. Wat wil zeg? Hoe is het met die FPT, Co? Die frituurpantoffels. Is er nog met hem ogen of is al kwijt, hè? Nou, ik mag niet meer... Oh, ik begin een beetje in de stress te raken van al die trekbouwen. Oh, ja? Want ik, ja, hoe moeten wij al die mensen die komen van die berg? Nou, gewoon, gewoon op veld, zeker? Oh. Nou, niet bij mij in de party tent. Nee, ik denk, we moeten maar opsluiten bij die in de party tent. Nou, dat kan wel, want ik heb één kocht met 2 seatwijntjes en voor een achterkant. Dus de rits dicht en we zijn kwijt. Zo werkt die. Doe komst ook hè, de wolf? Heb ik nee. Nee, dat wordt niet waar. Dat vind ik nou weer heel, heel jammer. Natuurlijk kom ik. Hij kan ook. Dat dacht ik, ja. Hey, kun je mij een beetje inschroepen, Emus? Moet ik kennen, hè? Ja, die arm kun je ook inschroepen, toch? En zo wat, en sliden en swinken. Zo een beetje. Ja, dank u. Ja, ik heb nog nooit op dit ding gereden, zo'n beetje. Nee? Nou, haast niet. Dat is altijd mijn putje, hè? Ja, zo is. Dus gewoon mijn putje afpakt, hè? Ja, ik vind dat mooi, een beetje op zit. Oh! Het is wel gladderig in het laantje. Ben je goud bezig, ja, Wolf, zegt Vincent Insanity. Ja, misschien met die Stef Sanders, hè. Ik ben de rode clown, zeg. Ja, bedankt. Oh nee, wacht toch niet, staat erachter. Hallo. Oh. Ja, dat wou ik dan net weer niet zeggen. Hey Emus, van waar de naam Emus? Goeie vraag. Mijn Nederlandse naam is in principe gewoon Evenhuis. Maar ja, Grunnings is daar. Emus! Hey, hoe dan heb je Emus, jongen? Doorom Emus. De wolf, die was niet achter u, de Rino. En dan drinkt toen mijn cabine ben. Oh, daar staat nog wel wat trailers kloor. Als mijn muis nu stuk gaat, jongens, kan niet. Nee. Wat erin trouwens? Silo thuis. Ja, oh, Silo bij ons. Oh nee, breng me naar de suiker. Noord-suiker, dan hul in voor. Oh, Noord-suiker? Ja? Dat is voor de wolfman, ik denk 12 keer scharen. Suiker. Noord-suiker, links onder in de map doe. Nee. Wel? Maplefield Mill, die betaalt toch veel meer? Ja, maar Noord-suiker maakt er toch ook weer aars van, of niet? Oh. Ja, maar ik ga wel voor het geld, hè? Ja. 100%. En dan schoor ik ook niet zoveel. Ik kan ze ook naar de hond brengen, dan breng ik wel naar Mary's Farm. Ja? Ik doe mooi rustig aan. Als die maar weer bent, als kool vol is. Oh, dan geef ik hem gas. Okay. Mooi waak, zegt Emiels Riedhorst. Zeg mijn naam, Dirk Giesen. Zie me later gamer. Wie is de gast? Mr. Bowman. The one and only. The one and only. De één en enige. Maniac Games, mooi hé Muus, goeiedag. Mooi wagen hé Muus, zegt Matthijs de Zeeuw. De Deathman zegt dikke trucs, José. Jongens, de bed trailer staat inmiddels in de beschrijving. In deze stream. Lieve. Mooi. Mooi hè. Is er ook een tentfeest bij in Nizeil? Is dat dan feest en bier? Ja hoor. Ben je muziek erin? Hoeveel beat kom je van die af? Nou, dividend, dat kan ik je ook wel even vertellen. Want ja, dat is zo heet dan weer. Die trader, dat is nooit de trader die... Die allemaal hebben, maar eigenlijk is dat net even
die accessiepunt, zeg maar, die zit wat hoger als normaal. Maar dat wordt veranderd. Ja, de truc bedoelst. Ja. Klopt. Maar die eerste wiel van de trailer, van de truc, die bleef draaien. Ja. Maar dat wordt allemaal nog veranderd, mensen. De Wolfman truck kreeg nog een update, dames en heren. Alleen er zat even wat meer werk in dan dat ik zelf verwachtte. Oh. Is die vol? Ja. Dan zwaai ik even aan het hout. Maar lep alweer. Ja. Ik vind de wielen van de trailer zo lelijk, maar toch mooi dan, Wolf. Nou, dat is jouw mening. Dat is geen probleem. Ik vind ze heel mooi. Ik alleen ook. Die dolly, dat is jammer, die moet er veranderd worden. Ja, dat komt nog, hè? Ja, hè? Dankjewel voor de uitleg, Wolf zegt. Mr. DB Dan. Waar trek niet zeil is mijn oude stageplek. Rijksstraatweg, zeggen dus? 46. 46. Met wat voor machine ben je bezig? Dit is een muis. Deze kan bieten bulten, oprapen, reinigen en in de... Transporteren. Wat een poepgeluid van Wolfman. Ja, de audio is... Nou ja, dat is... Ik denk dat hardware, is denk ik. Dat is niet beter. Maar hij is erbij. Geniet ervan, dames en heren. Zo is het. Ik ben al lang blij dat we hem kunnen strikken. Ja. Die man is hartstikke duur, jongen. Hou op. Ja. Hij heeft er nou een keer bij. En we maken geen complimentjes geven. Dus nee. De... Chris de Klerk zegt... Oké, bedankt. Hoeveel uur heeft er eigenlijk wel niet in de truck gezeten, Mr. Ed Wolfman? Ja, er zit wel een mooi tijdje in om dat aan te pakken, jongens. 5 minuten en een beetje. Mooi snij. Is ja. Zo koud? Ja, 4 minuten en een beetje, dat is een uur ongeveer. 2 uur. 3 uur. Ik denk wel een weekend. Doe best vol, Mr. Koos, ja. Hey, Ko, ik sta hier bij Maplefield Mill, maar waarom is die rommel dumpen? Even kijken, doe best toe. Oh, ja, stop. Ja, dat wil niet, hè? Nee. Nee, doe kerst alleen maar met treinen, kom. Oh, wacht. Wacht even. De Deathman doneert 1 euro. Mooie truc. Jammer dat het een Scania is. Oh ja, doe eens een MAN, Mr. Deathman, of niet? Klopt, hè? Ja, daar ben je niet mooi te krijgen. Peter zelf, die had een vraag. Op welke gevoeligheid staat jouw stuur, Emus? Gewoon 100%, dacht ik. Hé, hey, wat voor microfoon heb jij? Een Samsung C01 U Pro of iets dergelijks? Excuses. Goeiedag, probleem, poneem. Ik ben een Fries. Ik ben echt een Fries. Nou, ja, dat moet stoppen. Wie ben eigenlijk wel een beetje Fries, maar net heel bal, ja? Hey, gooi je hem nog aan het bieden rieden of stond ik hier van je lul ja, met die muis? Ik moest even 3 kwartier, maar. Oh, kijk. Er komt nu zo'n balkje naar beneden. Komt al dan op trek niet zeil. Check sttn.eu. Wij komen ook. Dus, moet je dat even doen. Check, zeg maar. Wie komen er ook op de trek niet zeil? Qua YouTubers. Komt-ie. Emus Farming. NL Trucker. Blocky Games. En Jack Spider. Ik zweer het. Het is echt zo. Ze willen allemaal onder mijn tentje staan. Het is niet normaal. Nee, het is echt zo, dames en heren. Ik kom als het goed is. Helemaal goed, Mark Slap. Ja, ik heb die paar goed overhold, ja. Komt er alweer een truc aan of zak de JZB er op mijn hond op blaam? Laat die er op met de mond, want ik ben naar Mary's Farm en ik ben al een half uur onderweg. Oh, hoi kiel. En ik ben net bij Noord Super. Oh, dat is dan ook nog niet weer terug. Hoeveel keer heb je geschoord en knipt? Het gaat nog een keer nog. Mooi, nooit. Nee, maar ik stond alweer te wachten bij die Maplefield Mill. Maar hij stond uit de deur niet, joh. Nou, raar. Zo, Die Scania, die zit in bult. Ik kom hier oorst niet over de bult, 30 kilometer per uur. Oh ja. Oeh. Ja, met een dubbele baak buiten doe. Ja, maar dan wist wel die bult waar wij de eerste keer even stonden, door. Ja, precies. Even voor de fuel, hè? Ja. Even voor een mooie screenshot.
Hé, hey, er komt een donatie van de heer Jack Spider 14, dames en heren. En die heeft 5 euro. Hij heeft er weer hoor. Slome trekkers trekken niet. Goeie duim. Mr. Jack Spider, I see you on track a track. Ik heb dat net al even gezegd. Jelmer Poel, dames en heren. Dat was gezellig. De kale Chinees doneert 5 euro en zegt... Goed bezig, mannen. Dankjewel, jongens. Krijg ik weer zo'n naam? Nou, dat weet je nooit, maar... Hi, Kilden. Wanneer komen PJ en Ronald een keer weer terug, Robert Sander? PJ, dat zal moeilijk gewoon. Maar Ronald misschien ooit eens een keer weer... als hij betere hardware en internet heeft. Want dat is gewoon bij hem drama. Daar kun je niks aan doen. Dit ding duurt lang voordat er vorderen hier eigenlijk. Nou ja. Dit is een nieuwe tracker, JCB. Ik zal de klaksel nemen aan hun. Hoi, Kild. Maar wat is het mooie aan deze JCB? Vind ik het volgende. Er kan één meerijden. En de kussentjes op die stoel, dames en heren. Kijk daar. Ik vind het fantastisch. En toen dat al zien, Ko? Die prachtig mooie kussentjes op die stoel. Die heb ik gezien. Zo'n mooi logootje staat daarop, hè? Ja, maar ook dat gewoon bestoft is en zo. Fantastisch. Ja. Ja. Maar nou moet Ko er eigenlijk in bier gaan zitten. Ja, eigenlijk moet er een bier gaan zitten. En dan moest diegene zijn petjes bekijken. Schitterend! Ja? Ja, en Daytimeo. Like you. Ziet er weer machtig uit, zegt Joost Frederiks. Hartstikke goed. Hé, hey, Muus, draait jouw stuur terug? Nee, ik heb de force feedback op 0,0. Die van mij wel. Oh, wacht. Jack Spider doneert 4 euro heen. 17 en die zegt... Ja, het is weer zo'n avond. Nee, dat gaan we niet van u, Jack. Jack, bedankt. Jelmer. Goh, ik heb er wel zin in een trekker, dames en heren. Jack Spider, de Blocky Games en Heltrucker, we gaan er allemaal zitten, ik zweer het. De Wolf. Koosjaat natuurlijk. Ja. Doe hest de Deathman ja, doneert een euro en die zegt... Man voor de win, plus dikke toeter, jongen. Zei ik al, hè? M.I.N. trucks, dames en heren. Ja, de Deathman riet in zo'n hele lange groentetruc. Dat ziet er wel serieus mooi uit. LCV. Michel, kunnen die kussentjes in de JCB ook in de was, Emus? Nou, ik moet heel voorzichtig, als ik een scheetje laat, sta ik in muur, ja? Jongen. Is het wel weer serieus, hè? Ja, nee, dit moet je niet vies maken, vind ik. Jij bent er nog bij dan niet weer? Ik ben onderweg. Ik ben onderweg. Ja, ze stond in de hoogte. Scania, die wil niet zo hard. Ze stond in de hoogte met 2 leaks. Dit is wat best, ik ga gewoon met 90% de beeld omhoog. Wat, Jill? Hoppa. Ja, lege vraag. Schilder, hè? En ik ken hier ook eigenlijk binnen de deur, maar dit is van de buurman. Gewoon de deur in belam, Wolf, hè? Doe ik ook altijd. Huppakee, gewoon hem oversteken, zo. Ja, dit is toch niet van onszelf. Dat is de zon, ja, dat doet dat dus. Vincent Insanity, die zegt... Heeft u ook shirts te koop? Ja! Emus Farm Shop op Facebook. Stuur ze een berichtje. Zeg hoe je het hem wil en ze maakt het voor jou. Komt helemaal goed. Er staat ook een link in de beschrijving van de Emus Farm Shop. 25,2 meter lang is de truc van de Deathman. Lexicorder. Dat is een serieuze truc, dames en heren. Ja, dat wil je nooit met scoren, hè? Nee. Ja, wel met scoren, maar nooit met scoren. Is hier alweer een truc? Bijna. Ja, kom eraan. Jongen, ik heb al 2 vragen in JCB's voorbedacht. Hoi, Kjell. Ik heb niks gedaan. Doe het er niet te veel. Nee. Oh, ik zie een truc aankomen. Ik gewoon in de Mauza zit. Oh, de wolf is de gast. Wat leuk, zegt Dice Thunder. Dat dacht ik maar uit. Doen jullie ook mee aan het trek of alleen even looken? Ik heb vroeger wel meddel. Mevrouw, je vertel? Nee. Dan komt die lege truc ook weer, u die graag zegt. Nee, dit is echt.
Hoor hem altijd. Ik denk een beetje rechters, hè? Ja. Ja, rustig. Ja, hij is bezig. Kom maar. Hij is bezig. Ja, toen was een vrolletje. Oh, het vrolletje vertel? Ja, ik heb hem al eerder verteld, maar ik heb wel eens meedoen. Vroeger heb ik op Trek meedoen met een Internationaal 1055 tweewiel aangedreven. Trekken, mooi ding. Dat vind je stoel? Nee, dat is zo. Oh. Go, geef toe, dat was een mooie, dat was een mooie serie. Er is maar één goeie en dat is de 14. Ja. Nou, oké, okay, man. Dat was, dit is een kon ik betalen, sowieso. Ja, juist. Ja, de cabine gaan we eraf sleept. Een mooie open trekker. Machtig, bezien. Machtig. Jan Sprins moet de holle over zegt: wie is de Wolfman? Grapje. Oh. Dat ben ik. Als je de Wolf nou nog niet kent, dan wordt dat hem ook niet meer. Nee, dan lukt dat niet meer, jongens. Yo, hey Muus zegt: it's these. Hey Matthijs. Waarom? Oh, dat ding wil nog niet hard voor u zo nou en dan. Hoeveel rest een boef? Hoeveel vol? 40 ton. Oké, ja. Mooi Emus, ik zit hier al met een prachtig Emus t-shirt, zegt Ivar Bouwman. Ja, kijk, Ivar die heeft de Facebook Farm Shop even een berichtje stuurd. Die zei van: ik wil het zus, ik wil het zo. En toen zei ze van: dat gaan we voor je doen. En hij is nu super blij. Zo is het! Zo, Mout. Hallo. Jawa. Wat is dit nou weer daar? Ach. Hoi. Hey, Mr. Jack Spider. Is hij er nog? In de chat? Waarom ken ik nou niet voor u? Zit ik dan een beetje vast of zo? Ja, dat is een beetje wiebelig. Drinkst u ook bier? Nee, cola, jongens. Als je langs komt, en neem een flesje cola mee. Hartstikke lief. Cool, hè? Ja, hoor. Gisteren is er ook echte cola, hè? Ja, maar ik heb nog een beetje moog zeer. Hahaha. Dat is een vreselijke zoel, zeg. Oh, kijk, Jack Spider is er. Jack en zijn coachaten, die zal ook op trek. Die ben er om 7:30 al, smurks. Nee. Ja, ze zond zelf wel een thermootje met hem, maar dat zeiden ze al. Hey, moeten ze dat dan nog niet? Dus, ben jij me dan wel al? Al wacht, ja, vast wel. Het zal niet best wezen. Ik denk dat ik er om 1:06 wel ben. Smurks, misschien wel 5. Ligt eraan wat weer doet natuurlijk. Ik ook een beetje mooi dreugs hier weer, had ik heel. Ja, niet zoals 3 jaar geleden. Nee, wat een drama. Oh, toen kregen we zelfs een onweersbui. Daar ben ik de hele nacht deur voor. Oh, bah. Ja. Oh, mooi Wolf. Je bent net voetje. Ja, zeker. Hey. Mooi, hè? Hey, Ko. Yo, kom maar aan, hoor. Kom er even eronder. De Deathman doneert €1,83 en die zegt: full pool met de 86-30 is goud. Dit is gebeurd. Kijk maar op YouTube. Oké. Okay. Nou, één keer gebeurd zeker, of niet, Ko? Vorige nog niet, om. Ja? Ja hoor. Oké. Okay. Komt Henkie en Harry Ridder ook? Daar weet ik niet. Nee, er is een NTTO-wedstrijd in Bakel. Ja. Helaas. Jammer. Cola, tabak en fredderij. Ons is even dus er net bij, zegt het er weer. Zo is de Hetzer Wiersma. Gaat Ko nog als clown naar trek? Nee. Maakt niet van even. Dus. Maakt niet van even. En Wolfman laat zijn masker ook thuis. Nou.
Welke vrachtwagen trekken jullie in die zeil? Stille Wille? Nee, Brengo. Ja, en de Stille Wille, beide. Oh ja, ze komen beide, ja. We hebben twee banen, hè? Oh ja, 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 ja. Zo, de middenman op dit moment 432 kijkers. Hoi, Kiel. Een beetje met vooruit gewoon, of niet? Ja. Maar is niet echt. Die eerste bak is vol, riem alleen wat meer vooruit. Yes, yes. Ik woon in Bakel, zegt Ron Ossendrijven. Heb je de nieuwe DLC, zegt Jolo. Nee, ik wil gewoon niet de Big Bird Brug, jongens, denk ik. Nee. Nee. Waarom niet? De trekkers, die gaan we niet kopen, want we hebben zelf spul. En dan voor die poor aanhangers, nou. We hebben ook mooie trillers en aanhangers. Ja, er is nou wel een mooie brede culti die ook als ploeg dient. Dat is wel mooi. Maar er zal ook vast wel een matje voor wezen. Zal het nou? Ja. Ja, maar we willen wel een. We willen wel. Hoe heet dat? Een bredere ploeg, hè? Ja. Ja, het schiet niet op. Dan met het theater de veur. Ja. Ja, oh, krijgen we Kees en Kees nou tegen New Holland of niet? Ja, ja, de wolf die zei al van, ik ga hier niet op hem zitten, kan er niet weer in de hulp. Ja, sorry. Er moet nog wel op de duimpjes worden gedrukt. Ja mensen, er moet nog even op de duimpjes worden gedrukt. Is dat zo? Zal ik hem kiezen? Hé, hey, Emus, even de firm doen. Hij loort niet. Ja, hij loort nu. Ja, ik moet wel gas geven. Ik zit heel de tijd vol gas te blam. Of heb ik de vierwielendriving nog niet aan misschien? Nee, helpt niks. Hij is bijna vol. Yo. Ik wacht even. Batman, burst hem? Ja. Doe nog eens. Oh. Ja. Wat breng je toe, man? Wolf? Suikerfabriek. Heb je een suikerfabriek? Het Tesselverhaal? Ik heb geen Tesselverhaal, ik heb alleen een Ameland-verhaal. Grunningsbrood, zegt Wouter van Duim. Ja, ik ben Grunningers. Klopt, nee. Als wij deze bieten straks voortbracht hebben. Ja. Dan moeten we daar even, gewoon weer daar even stronjen. Dat dacht ik. En dan wil ik even container erbij, tankje, Scania. En de beest even voor de tank en dan even met sproeibogen en toestaan en daar walk hem down. Dus doe dat hem down, doe. Goed idee! Ja hoor, dan gaan we de wolf en ik wel even op Scania en mijn tank. Ja, is goed. Ja. En ik kies door rubben. Ja, ik blaf die strand al wel op. Ja, ja, een goud idee. Doe. GPS-je, maar er is me niet weer. Niks. Nee, dat weet ik. Oh, je kan de schuif nog bewegen. Ga sneller met bieten laten. Nee, Muus. Ga ik proberen. Wacht even. Wacht even. Ralf Koenen doneert 50 euro. En die zegt, er zijn weinig dingen waar ik s'nachts van wakker wil worden. En dat is een stream van Emus is daar één van. Oh. Jongens, jongens, jongens. 50 euro van Ralf Koenen, dames en heren. Kill. Dankjewel, Ralf. Bijzonder bedankt. Bijzonder bedankt, Ralf. Oeh, kaasje. Stem spam op zijn minst even jouw kanaaltje in de chat. Beko, MTS Beko of iets dergelijks. Als ik het goed heb, hè? Volgens mij wel. Hype voor Ralf Koen, zegt Mr. Deathman himself. Jack Spider doneert 1 euro. Wat is Ome Koos een functie bij de trekkertrek dan? Van alle voorkomende werkzaamheden, hè? Dus handtekening. Nee, daar heb ik die voor. Oh, ja, maar ik ken Ko niet schreeuwen. Mais nooit. Ja, dat mag niet. Hoe doe ik die back en weer, hè? Moet jij met de rechter muisknop doen, net Moes. Nee, dat is die andere back. Twee muisknop. Nee. Hoe doe je die back in de weer, jongens? Oh, left control set.
Left control Z. Oh ja, ja. Ja, is ook zo, 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 is ook zo. Oh, Wolf! Wolf! Dat is er niet op te letten, hè? Nou, ik zat klim achter de brug. Ik rolde van die schuine kant af, van die bult. Zo, en dan naar beneden. En dan, zo. Ja, juist, maar hij is alweer vol. Hoe ver ben je? Een stukje van brief. Oh, Mr. Wolf, ben je dwars door de 22. Niet door de 43 heen blijven, hè? Dat is ons laan. Ik blijf overal waar ze... Mr. Wolf, man. Ik zeg niks. Koosjaard is nog eentje bij. Ik zet de JCB wel even op kanek aan. Ik ga zo eerst met het hele zaakje naar de werkplaats, maar voor mij remt die truck niet goed. Hey, Matthijs, jatten. Dit is lang. Hier. Ralf Koenen zegt, nou oké dan, mijn kanaaltje op YouTube is MTS Beko. Kijk eens, dan vinden we hartstikke leuk. We gaan veel meer doen de komende tijd. Nieuwe PC's en aantocht. Bedankt Peter. Nee jongen, jij bedankt. Bedankt voor de support en voor je waardering. Ik moet even heel snel aan zeggen. Mr. Woolman. Sorry, Ko, maar het is echt zo. Ko achter stuur is tegen T7 tegen de muur. Jan Sprinsmuller. Ah, ik dacht hem al. Kill night. Goeiedag, hem harde zwoegers, zegt Stefan Dijkema. Huh? Heeft Ko nu ook zijn stuurtje? Ja, Tom R. Ja. Gaming. Ja. Een stuur van... Hij moet nog wel... Kalibraaien, wat? Nou, ik denk het wel, hier. Kijk hier. Wat is er? Dat wieletje. Ja, de attacher hoogte is te hoog van de Scania. Wordt aangepast? Er wordt namelijk heel mooi aangepast. Wolfman, hè? Ja, hè? Is wel. Mijn kameraden van Trek zijn ook weer te kijken. Kijk. Mijn vriend? Ja. Hoe is dat? Marco. Die altijd in de sloop valt, toch? Martin is net een hoorn. Die valt altijd in de sloop. Dat is wel het laatste, want je gaat om 8:30 wel naar je bedje, kerel. Matthijs, moet weer naar school. Ja, dat is zo'n vreselijk zin om op bed te gaan, hè? Ja, die jongen. Hé, hey, Muus, waar spaar jij voor? Voor de side panel, dames en heren. Twee stuks, één voor Ko en één voor... Hé, hey, Muus. Je moest even verrinnen, joh. Is de eerste trailer alweer vol Wolf? Ja. Oeh, dan mag ik wel hem gaas geven. Oh, ik pak snel in cola. Dan mag gewoon snel een trailer bejagen. Wat is dit? Je kan ook te ver gaan, Ko. Nou. Mulder, ga hem van maar een sloop, jongen. Hè? Hey jongens, wie zie ik in de chat? Paladi! Hey Patrick, ben je al een beetje verschrikkelijk zenuwachtig? Als ik die was, had ik ja zei. Hij leert van de week een hele hoop. Goed niet, moer? Ja, dat bedoel ik. Niet leuk, hè? Wel eens, hè? Ik ben een van de beste, je wist het, hè? Weet ik hem hoor. De allergoeiste van de hele wereld ben jij. Ja, echt wel. Beetje ja. Nou, dat hoeft niet, Patrick, hè? Kriebeltje. Cola drink, dat helpt. Oh, dikke blubber in de Zuid-Laren trekker. Was vandoor, hè? Ja, beste bui van door. Ik kreeg. Ik kreeg een appje van Alex Smit, die ze hadden
Mooi, hè? Ja, goed, hè. Ze hadden de Magnum er ook voor met de rupsband, de roadtrack. Oh! Hm. Wel het ziet er gebruikt daar. Sunday, kan dat? Ja, die kan ik ook al tekenen op trackweb, volgens mij. Ik weet het eerlijk gezegd niet zeker, maar volgens mij wel. En voor mij ook. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Wist het zeker? Ik kan veel beter heen. Die bedenk, vind je het niet leuk, Emus, om een vaste rubriek te maken van Emus en Co. en een gast? Nee, ik doe alles op mijn eigen manier. Volgende week wil ik weer met Co. Die week erop wil ik weer een gast. En misschien klap ik er ook zomaar eens een keer weer de Goldgrass Valley in. Gewoon hem lekker blabben met abonnees. Heb ik ook wel een keer weer zin aan. Het is maar net. Wat er gebeurt. Hoe de wind waait. Zo is het. Nou, en de wind kwam nou uit het oosten, dus ik had een Mulsel Kanol erbij. Nee, dat was nog nooit zeg maar. Nee, maar die kon niet. Ja, wat nou maar zit. Sorry. Ja. Even kerst, de paddel nou al. Ja, dat kon te enthousiast, sorry. Dat is toch niet privéleven, maar ook een blauwe poester. Want niet zeggen dat er niet nog was. Dat is ook zo. Door hem valt het nog heel erg met, de wolf. Ja, misschien om volgers. Ik kobel niet om 7 wel. Ja, ik heb een grieze oren van Kreng de laatste week. Wat de... Ja? Oh. Ja, ik zei al niks meer. Nee. Ik dacht ernaar, ik denk, ik mag niks meer zeggen. Ja, dat was Sunday. Ja, kies is wel. Kijk. Kenley Jellema, ken ik wel. Als je niet snel besteld, moet je maar opsluiten in een sauna met clowns. Ja, Joke, maar dat lijkt me nou wel een goed idee, ja. Ja, nou dan drup die neus maar van een ding. Oh, weer dat benauwd. I'm Pennywise. Daarom zijn jullie ook zo top. Waarom zijn wij zo top? Weet niet meer. Zie ik niet. Maar bedankt, DBD. Sowieso. Feyenoord kampioen, hé! Ja, jammer van ons Max, hè? Ja. Nee, we wonen helemaal Feyenoord, hè? Wolfman? Wat is het? Wat vies je ervan? Ja, goed hè? Kampioenen! Goed dat! Kakkelakker kampioenen! Wolfman is een Feyenoord-freak. Dat mag ik wel zeggen, toch? Niet? Ja hoor, sorry. Oh ja, nou weet ik niet wat ik nu wel of niet zeg, maar meteen daar. Nee, en Max is jammer. Ja, ja. Niks aan hem. Ik was eigenlijk nog de eerste bocht behoorlijk flauw. Ik was er ook wel flauw. Ik kon wel hem janken, ja. Ja, nou, dat nou weer nooit, man. En ik kwam de Bottas en die had gelukkig ook Maltepe. Ja, maar ja, kon er al... Dat is klaar al geschied, hè? Ja. Hey, Rob, dus waar zit de Hoorn? De Hoorn, daar ben wel eens west. Oh, door, bij elkaar. Ja, 2 keer links, 3 keer rechts. Moest er wel. Ja, nou zeg ik het. Hij is om. Ja. Stan Kranenberg zegt, Emus en Co zijn de beste. Dankjewel, jongen. Robin de Kleider zegt, Jeroen Evenhuis is een beest van een moderator. Dat dacht ik maar even. Daar kan niemand tegen op, behalve de Wolfman. Maar dat mag ik niet zeggen. Ik ken er ook niet tegen op, want die is er nou van over. Oh, nee. Ik zal mijn app, waarom dat nou weer nooit, hè? Ja, dat weet wel nooit. Hey, Emus, is toch gisteravond Noord vandaag nog zien? Nee. Iets kunnen? Nee, shit. Oh, joh. Dat was die halve zo van mijn broertje, die was door. Ja, dat had ik niet gehoord. Maar kies me die app-item wel in deur sturen, of niet? Ja, dat kan ik hem proberen, ja. Ja, Nord Stream, hè? Ja. Ja, zeker. Ga ik even kijken. Thijs Stunner. Oh ja, Peter, zag die ophanging van die linker voorwiel ook bij Max? Helemaal stuk. Ja, jong, drama. Ja, ook dat hoort erbij. Dat is de sport, dames en heren. Pure pech. Ik was flauw voor de start. De Ziggo app deed het niet. Heb geen tv op kantoor. Vanaf morgen wel. Ja, Peter zelf. Ik was even Twitter aan het checken. En ik kwam toch een redelijk gefrustreerde Peter zelf tegen. Als ik dat zo vrij mag zeggen. Emus, heb je op Trek ook stickers? Dat is een goede vraag. Ik zit eraan te denken, want die vraag komt vaker. Co, is dat een idee? Ja, dat is misschien wel een idee. Oh.
ga ze lekker boven boeren, jongens. Ja, ik ken het heel niet, hoe is je? Ik heb verkeer uitzijden, dus ik kan overal in waar ik wil. Oeh, niet over, wel over die brug, ja. Emus, wil je me plezier doen even de groet naar mijn neefje Dinan van Lanen? Dank. Tuurlijk, jongen, Ralf Koenen. Ik had niet eens deur dat Ralf Koenen het intypte, maar ik las het gewoon voor je. Ik doe alles. Sandé is groot geworden, ze hebben er heel wat gekocht. Zeker weten. Wij zijn ook groot geworden, hè? Zo is het. Nou, een mulpje erbij ingeschakeld. Wilblijn. De Wolf. Ja, Mr. Wolf. Wij kennen niet meer alleen, jongens. Rico Volders. Ben ik ook een sticker? Ben, wil ik ook een sticker? Of Dan, Ben, nee, ik wil ook een sticker. Dan wil ik ook een sticker. Ja, maar hij zegt Ben. Ja, die foutje moet kennen, baas. Oh, dat is zo'n autocorrectie. Dat denk ik, hè. Ja. Dan typ je Nieuw-Holland in en dan komt er gewoon Kees op te staan, sowieso. Ah, zo. Jack Spider 14 doneert 1 euro en zegt Netto Jant WC. Wat bedoelt er dan met Mr. Jack Spider? Zeg hem in het chat, wat bedoelt je er nou weer met? Ik ben het alweer kwijt. Kom je hem er nog niet weer aan, Cohen Wolf? Ik ben onderweg en Wolf is bij. Oh, die is er al. Oh, dan stap ik snel even. Oh, ik zal JZB aan elkaar zetten. Dat wil ik net zeggen, zet dat ding aan elkaar. Dat duurt namelijk heel lang voordat dit is voortreed. Jeroen Ebenmuus, er moet nog een update komen, hij moet sneller rijden. De starttijd is veel te lang. Ik moet chat doen, ik moet hem aanzetten, ik moet de muus aanzetten, ik moet de bag open doen en alles doen. Gestie, waar is de drak? Ik heb drak. Hij had zo drak, jongens, wit lappen die monddeel. Ja. We kunnen niks anders dan troll. Ja. Ja, hij... Oh, wacht, Jack Spider, Jack Spider die doneert weer een euro en die zegt dat is wc-reiniger in het Frans. Dat betekent nettoyant wc. Nou, ik had een keer met Jack Spider erover. Ik zit wel eens een tientje, iedereen zit wel eens een tientje op wc, ja. En als je dan de telefoon niet bij hebt, dan gooi je allerlei dingen wat voorlezen en lezen. Ja, want ik verveel me ook altijd. Dus toen had ik een keer zo'n putje maanverband, ja, was ik aan het lezen. En ik denk, hoe zal dat nou in Noors zitten dan? Dus ik las dat zo voor in Noors. Ik weet nog steeds hoe super... Toen heb hoe super dun maanverband in het Noors is. Zal ik zeggen? No. No. Supratint mondverbod. Het is echt zo. Ja, wat heb jij een rare hobby's? Ja, dit is toch niet best? Ik verveel me als ik op mijn zee zit. Ik knik er ook niet aan. Oh, ik kill. En dat zegt hij nou. Je bent live. Dat ja, kan nou, niet zeggen. Dat kan, wil mensen, dat zijn onze fans die willen naar hun. Ja, joh, ik ben een bloedpartij te lopen. Oh, god. Man. Soep. Niet best, hoor. Nee. Ja. Maar meestal neem ik telefoon mee, dan gewoon Candy Crush. Poor levels. Hey, mijn poor levels, ben ik kloor. Ik zit al op level 1950 of zoiets. Hoe lang zit jij gemiddeld? Oh, goed kwartier. Wat? Ja. Wat heb ik nou verloren tijd? Moest nee. Al die kinderen optellen. Ja, maar dat is het enige moment dat je maar even voor jezelf bent. Zit een fake weg, weet. Zit een fake weg, weet. Ja. Like Jill. Nee hoor, ik pak niet tijd in. Ja, dat is echt niet best. Nee, sorry. Hey, Muus Kees Optum. Robert Lubbers. Hey, jij bent er weer bij, jongen. Vandaag weer gevallen in Frankrijk op de koers. Pff, weer op mijn geschaafde kant. Voor mij is het echt genoeg dit voorseizoen op de koers. Jongen Robin, doe die fiets weg. Verkoop dat. Hold hem erop. Weg. Hold hem erop. Hoitje. Oké, Padre Rieder die zegt: zit jij een kwartier? Ik een half uur. De Deathman doneert een euro en zegt Candy Crush op de wc. Dat doet gij. Ja, dat klopt. Maar als ik de telefoon niet bij me heb, dan...
Dat is echt niet best. Ze weten gewoon wat ik op mijn zee doe, dat is niet best. Ja, dat, nee. Dat, maar dat zegt Jeroen Eemhuis nou ook als tegenhouden, hè? En dan? In de baas en tijd zeker. Ja, 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 juist. Ja, want je mag, ja, je mag het ook in de baas zitten. Nou. Je mag het ook in de baas zitten, vind ik. Top, hoor, niet. Ja, ik zit er wat vooruit met de boel, man. Ik niet, zit vol. Niet scharen. Nee, ik schaar u niet. Oké. Okay. Hey, Koop. Yo, ik kom eraan. Ik wil even deze overlaadwagen blijven. Ik sta hier niks te doen. Ja, nou, je hebt maar een geduld. Mm. Nou, pak een cola, hè? Remco Faber die zegt, Emus en Koos, ja. Oh, William Albers, als het helpt, dan doen we dat voor je. Succes met jouw examen. En als je slaagt... Tracteren. Cola, ik wil Pepsi Max en Co wil Coca-Cola. En ik wil van Hema slagroomgebak. Slagroomgebak, oké. Okay. Hey, muus, hem opletten, hè? Ja, hij is leeg. Ik moet even weer een naai richtje beginnen. Oh, al hem achterin beginnen? Ja. Ik ben al mooi in je hand, doe. Oh, maar dit kan we wel om. Dit moet leuk. Hey, de wolf. Ja? Als toen leeg is, dan mag je naar een boerderij toe rijden en dan heb je de kabouis langs gewoon. Zet hem ook aan het schoonmaak. Nee. Oh. Dat doe ik wel. Ah, Leon begint weer met Adriaatje! Oh, nee. Nee, doen we niet. Ik blijf een Bassie. Oh. Ja. Ah, nee, dat doen we niet. Sorry, hè? Hey? Nee. Oh, sorry. Kijk even mijn bek, jong. Ik heb hem huur, dus dat valt toe. Oh, wacht even. De Deathman doneert een euro en hij zegt... Trucken, suipen, koffie en de baas zijn tijd. En we zitten niet op de play. Zo is dat. Ja, maar poep moet toch? Oh, net zeggen, hoe doe jij dat, hè? Alles maar, poep moet. Nee. Matthijs heeft geen zin aan school, jongens. Mensen in de chat. Hey. Mensen in de chat, wens Matthijs even succes op school. Dat zou ik fantastisch vinden. Dat had een beetje van die, denk ik, jongen. Klopt, hè? Nou, draai maar hem om, dan kan die andere rug ook een merk. Nee, maar. Nee, hier zijn een paar bultjes liggen, ja. Ja, nou, krub maar hem om, hè. Het is nog niet eens achter. Zo? Dat was hem. Oh, nee. Ja, mooi, maar. Ja. En we gaan met naar huis. Oh, wacht even. We doen even een rondje, jongens. Menno en Harm zegt succes op school, Matthijs. Lars Lego, Dibiden. Arjen Pepping, Jannik, Harm, Han Olderman, succes. Raymond de Leeuw, Wout. Drole Ponky. Oh, heel. Stan Kranenberg, GamerNL, William Alders, Valentijn Berlijn. Succes op school. Ik heb er ook geen zin aan, nee. Gaan we allemaal niet. De Deathman die zegt Matthijs succes. Mark Slob, Matthijs heeft gelijk. Ik heb er ook geen zin in. Walter van Dam succes Matthijsie. Frank Roelofs komt er tussendoor met een 20 euro donatie. Kun je weer op een paar levels kopen als je, dit, als je zit te faxen. Komt er zomaar even tussendoor. Ik doe nog even de chat af jongens. Want, succes op school. Ken je de Nagro? Nee, succes Matthijs. Succes. Succes op school, succes. Mooi Emus, succes. Succes, zegt 4x4 Farming. Sven. Frank Roelofs, met je 20 euro donatie. Dikke hype. Dank u wel. Jongen, Ko, kies toe dus chat hem overnemen. Ik zal even met Matthijs even naar boven moeten. Ja, doe maar even. Doe ik samen met de wolf. Ja. Of niet de wolf? Nee hoor, ik moet even weg. Oh. Oh, loop me er weer alleen af vanaf. Emus, heel snel. Ja, die wolf, we hebben weinig aan, hè, op dit moment. Hij heeft niks aan. Nee. Ik breng eerst hem heen, maar hoe minder u... Shoutout geef maar mijn neefje. Ik zag hem net niet, die hem teruglezen, Emus. Shoutout naar mijn neefje? Waar staat hij? Oh, mijn neefje, hij heet Arjen en hij kijkt je filmpjes. Patrick Takens. Mooi,
terugbrengen. Zo. Teruggebracht. Zo. Ajo, je speelt, die zegt fijne moederdag voor die gereed. Nou, gereed is zo van het werk gewoon voor mij. Ik spring hem in deze combine. Ja, doe maar hem. Dan en zorg hem dat het niet vol blijft. Breng ik hem met Heidelberg, ja? Doe maar hem, jongen. Ja. Blijf je hem in mijn bestrijd? Ik nog steeds in spelen, nou, alles opnieuw gedownload, maar werkt niet. Wat moet je doen? Richard Westra, wil jij de map wel even uitpakken en kijken of dat werkt? Emu's aan de top, niemand kan er tegenop. Nee, helaas niet, hè? Welkse map, Ko? Als dat dus een map is, die is toch niet uit te pakken. Nee, maar die jongen, die kan hem niet laden. Jack Spider doneert €2,73. Elke dag 10 minuten poepen op het werk is aan het eind van het jaar een week lang betaald op de wc gezeten. Nou, succes, mannen. Het valt tegen, hoor. Zelf hem snel rijden. En dan nog ook nog op het chatlijn. Hi, Kilden. Er valt een amper tank erin. Ja. Nou, Sven, van Gils, veel succes morgen en goed je best doen. Richard Wester had alles uitgepakt, werkt nog steeds niet. Ja, wil je de nieuwste software update van Farming Simulator 2017? Misschien heb je die al gedownload? Ja. Heb jij het SIP-bestandje uitgepakt? Want dat moet nou weer niet. Dat weet jij dan wel weer, hè? Patrick Rieder, hoe bevalt je stuur? Nou, jongen, perfect. Super. 100 punt. Mooi, Farming Pro. Hier is den boer, de boer. Yo, 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 yo. Hoi, 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 hoi. Poepen doe je in Nieuw-Holland. Nou, Lars Lego, dat wist toen niet was toch op het moment Nieuw-Holland keerste. Mag ik tot power 1 nieuws? Ko, hoeveel schermen heb je? Ik heb er op dit moment 2, Mark. En dat is meer dan genoeg. Meer dan genoeg? Ja, zeker. Oh, even kunnen. Goed je best doen morgen, jongen. En haal dat draaibewijs. Niet tegen Emu zeggen, maar Nieuw-Holland is beter dan de Kees. Mooi, Co neemt Emu's over van Nieuw-Holland power. En de Devman doneert €1,27. Koffie zuipen en schijten doen we in de basisstrijd. Jonge, jonge, jonge. Oh, twee. En de grote, ik heb ook 2 schermen, maar ik zou er graag nog 1 erbij willen. Jeetje. Rond T, ik zit momenteel in de Nieuw-Holland van Co. Maar hij is wel heel traag, Co. Dat ken hij, want die T-jaag die is hartstikke snel. Nou, dan ga ik nou achterkomen. Ja, klopt. De dingen riet heel fijn, hè? Goed zo, Patrick. Richard Westra, dan moet je even op de officiële site kijken. En dan bij updates, boven in de bovenste regel. Jesse, ik geloof nooit dat hoe dat gouden is. Nieuw-Holland is goed, maar de Klaas is beter. Nou, de Klaas is veel beter geworden doordat er Nieuw-Holland motortje inkomen is. En de TA gaat 53. Nou, voor mij is die. Hij rijdt er veel harder. De Wolf. Wat is het voor? De Nieuw-Holland die rijdt voor 75. Ja, zeker. TA. Dan moesten we gas geven met Remco, kom op. Ik ben er weer, jongens. Hey, gelukkig. Goeiedag. Neem hem alsjeblieft weer over. Ik zie,
ik zie ook inderdaad nog twee donaties ja. In de geschiedenisboekjes. Jazeker. Er is een donatie in de geschiedenis ingegaan door de heer Jack Spider met een hele lange tekst. Elke dag 10 minuten poepen op het werk is aan het eind van het jaar een week lang betaald op de wc geweest. Nou, succes mensen. Ik ga een knuffel doen met de vrouw. Kijk eens aan. Oh, dat deed ik gisteren, Jack. Nou, doe verdoor. Ik was gisteren bij hem op een stream. Oh. En toen kwam daarna de dead man en die zei... Koffie zuipen en schijten doen we in de baas zijn tijd. Ja, roer, hè? Ja, pas dat, hè? Not bad. Nou, sowieso maar weer bedankt. Heren. Heren Jack Spider en de dead man. Chat. De Deathman doneert €1 en die zegt, nu Holland voor de win. Het is de beste ooit. T8 voor de win, zegt hij. Ja. Ja, Mr. Wolfman, hij moet stil, hè? Dat doe ik. Het wordt een beetje deze, jongens. Hé, hey, de wolf. Ja. Moest eens horen, nou? Ik heb hier mijn stukje toort van de hemel liggen. Nee. Ja. Ah, dat is zo gemorgen, hè? Die trekker duurt nog 3 weken, anders bewoord ik hem een stukje voor die. Maar nou, nodig. Doe hem. Ja, jongen, doe hem met mijn vrouwen. Kijk helemaal in mijn vrouwen, doe. Oh, ja, dan druk er zo hard uit, dan kies hem op mijn ketten zo een stuk maken. Maar dan meer een deun, la. Ja, een deun, loor. Hey, Muus, welke trekker werk jij het liefst? De Stiga tuintrekker. Over een keer goed bij. De Deathman die zegt, Co is the best. Zo is het. Ja, dat is een mening, hè? Dat is geen feit. Nee, dat geeft niet. Wat kan ik er doen, jongens? Ik wil eigenlijk in beginnen met de poep. Omdat we nou toch over wc zitten en poepen en 10 minuten en Candy Crushen. Ik dacht, we kunnen ook wel even poep. Zullen we eerst in de perceel waar hem afjagen met kamoien of nou? Dat kan wel even. Maar Jim zal hem rubben en ik zal hem even tanken. Ja, waar moet ik die poep weghalen? Ah, maar dat met die kamoien, ja, dit is nog wel in bezig, hè? Maar we zijn nog niet klaar voor, hè? Nee, daarom. Ik ken anders intussen nog wel even... Nee, ken ik ook niet. Hij is bijna klaar, hoor, dat perceel. Ach man, gewoon in de poep is erin. Ik red nu wel even. Je kunt ook de vierkante ballen pers op volle mis hebben. Dat hebben we wel een tijdje gedaan, maar we hebben nou eerst genoeg ballen, dames en heren. Meer ballen ervan? Ja. Mag heel. Oh, de poeptank is voor je. Had dat ding al loren, doe. Welke tank? Ja, dit is de poeptank is voor. Oh, nou wil ik even wat erin hebben. Met die gestoorte. Wacht, heb liefst dan. Kan ik dat zo... Hier, hem en nou, R. Ja, man. Hij zucht hem, zo weer de rubber blakkie. Nee. Ja. Ja, hoor. Oh. Kijk, een rubbertje mooi rechtop. Ja. Dat is netjes. Ik denk dat hij moet hem daardoor vullen, maar... Nee, dat is door zorg ik hem moet. Dan maar eens op ondoen. Nee, ik zweer dat ik het zie. Ik zie het gebeuren. Met die gestoorten. En hij lekt ook nooit, hè? Hier, 0,22 meter. Dan is het in het groene en dan kennen ze u. Of zoiets. Ja, dat zie waar je... kijk jij op daar? Nou, dan moest op de stream terugkijken, maar dan zie ik boven mijn infoscherm dat het in het groene zit. Wacht, ik zal hem eens even bij je optillen. Oh, nee, maar kijk, nou is het te ver voor. En nou is het weer dichterbij. Ja, maar. Hoi, Kim. Wat geinig. Dat is grabberig. Dat is wel mooi, ja. Dat is een mooi detail, dames en heren. Of kan ik nou ook die lespiep gewoon in doen? Nee. Mag niet uit. Nee, waar? Ja. Ik moet op een tankling, ja. Nou zet er een door weer op tank in. Ja. Ja. Ja? Ja. Nou, ik ga poep erin. Gaas doen. Groeten.
Wat krijgen we nou? De Groningse stream, zegt Singula. Ja, zeker, joh. Dan ben je al een dik joh met mij. Nooit, hè? Ja, waar. Wat heb je gezegd? Af en toe ben ik met Poolse zweren of zo, maar... Ja, of Noors. Rest... Noors ook wel, hè? Deens. Puppetanken. Even met de puppetanken. nieuw, waarom zit er nou een offset? Dat is nooit begrippelijk. Offset is 0. Beetje op ziet. Beetje meer op ziet, want ik zie door een streep. Nee, een beetje zo. Nou, even kijken. Of dit wel een beetje wil maken, ja? Nou, blab maar erin. Oh, moeder, kijk maar hier gebeurt toe. Hoi, Kiln. Doe door eens nooit de wolf wel ik gisteren een visite aan heb. Dat hoor ik nooit, nee. Emus. Nee. Ja. Wacht even. Wacht. Ach, wacht even, de Deathman doneert een euro die zegt... Het is waar, mensen. Co is the best. Hey, Co, neemt het over. Ik wil stap met mijn YouTube-kanaal. Moest eens kijken wat voor een hond is dit je hier achter die tank aan zit. Ja, dit is hoe slinger. Hoe slingers dan letterlijk en figuurlijk in de stroom. Ja, ene keer kan ik niet tank poepen doen. Met zulke vreemde stroom. Hoi Kiln. Hoe moet dat rijden in Co? Gooi me gewoon thuis in silo. Ja, mooi bedenken. Misschien willen ze minder wel een beetje. Nee, wij gaan altijd op grote vragen en hoge prijzen, ja. Meningsschild. Ja? Van die rij hebben wij nog maar 1089 ton. Oké. Frooms Hoop zegt, Emus, heb je Max Verstappen nog gezien? Bijna niet, want hij was er vrij snel uit, hè? Ben je jammer. Een Groningse stream met zo nu en dan een Limburgse zin erin. Dat is helemaal correct, hè? Ja, hè? Dat klopt, hè? Dat klopt, hè, Kousjat, hè? Mm. Met die zachte G. Yo, Eemus, zegt de Deathman, dit is illegaal. Ja, met een donatie van een euro probeert hij... ja, klopt. Dit ligt helemaal nergens op, maar ja. Oh, hij is ook nog leeg ook. Zuur aan de overkant toe. Ik zweer het hier. Mooi zo. Ja, ah, zeker nou, hè. Waarom wil de ding niet gas geven? Hilden. Kijk, gas geven. Ja, dat was zeker jammer, zegt de Frooms Hoop. Niet met kapslok, bro. Dat komt zo schreeuwig over. Is het jouw eigen poep? Want dat was een kwartier op de wc's, dus heb je zo een tank vol. Is het nou weer Mark Slap? Ik ken een ei. Hé, hey, dat is Mark Slap, zegt hij. Dat kent dat niet, Co. Ik heb niks. Nee? Hij mag die wel een beetje plok. Ja, maar wel een beetje plok. Hij heeft een hele mooie pet van mij gekregen. Nou, kreeg. Ja, hè? Ja. En zijn braaier. En zijn vriendje. Moois. Nou. Nice. Ik mine het. Oh, wat was ik nou nog een keer? Ik kom wel even dichterbij, hoop maar. Ik raak hem hier wel even in de berm. Piebuurt, de eerste een. Ja? Oh, dan moet ik hem aan zijn omstel, waar? Hé, hey, Muus. Ja, hey, rustig. Slinger aan het raad. Slinger aan de piep, doe. Oh, inkorten, denk ik. Ja, nee, dat hoeft niet. Ik riep wel een beetje naar voren en dan draai ik hem er wel naar touw. Tikje, draai, ho. Zak. Up. Vul hem. Ik zie gewoon dat tuutje gewoon scheef gewoon als hij erop drukt. Ja, is ook zo. Is dat niet fantastisch? Oh, die doe eens 120 kub de hectare. Nee, ik sproei hem op 30. Hoe kan dat dan? Ik kreeg een embleem in één keer in beeld 120 kub de hectare. Ja, hey, dat... Muus, wat bist nu wel nooit mee bezig, doe. Ik denk aan een beetje help een baanbeeld, ja? Ah, jongen, manje. Dat liet me over een half uur nog over uit, maar... Dit moet een koeien niet hem strijken, dan moet het de meeking niet hoi-kild. Hoi-kild. Krijg je wel een mooie dunne schiet van. Zeg mijn naam. Thomas Swierenberg. Tuurlijk, jongen.
Hoeveel bungen moest over? Nou, hey, vriend, vier lapken. Wat is hij niet leeg? Nee, hè? Ga de verkeerde kant op. Ik snap hier helemaal niks van. Nee, ik ook niet. Ik heb leeg. Oh, ik heb er nou nog 6 turnen in. Moet ik die er al over blamen naar je? Ja, waar moet ik dat voor doen? Bij de. Oh ja, ja, ik hou wel een digistoort hoor. Ja. Ik moet toch helemaal overkaan, die kopbakker kon er net niet in. Oh mooi. Kom er zo weer aan doen. Dat is goed, hè? Hallo, zeg mijn naam Thomas. Ja, krijg je die petjes in de Evenmuurshop? Nou, op dit moment komen de eerste exemplaren tijdens de Trekkertrek Niezijl te koop, dames en heren. Dus, mooie excuus om door hem heen te gaan. Ja, Trekkertrek Niezijl. Trekkertrek Niezijl, stn.eu, dames en heren. Met mijn poepslinger, zo, hoppakee. Zo. Hier, hier. Is er een braag om. En poep. Nou moest dit zien. Nou kun je van nu de tank ook zien. Hoi, oh, kill. Ik weet niet even hoe ik rie. Ja, ga je dan horen, goud. Ziet er niet uit, dit. Hier hebben we nog niet eerder met draaien, Deco, hè? Nee, hè? Vreemd, hè? Ik heb nog nooit eerder gezien. Nee, hoor niet. Maar ik heb de eerste 7 kuub heb ik er alweer in. Mag ook wel, bliksem, maar ik kom er alweer aan. Ja? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Hoe zet je de vierwielaandrijving aan? Dat is met shift 4, 4, 5 en 6. Doe je de vierwielaandrijving aan en met shift 5 doe je de differentieelslot aan. En met shift 6 doe je de differentieelslot voor ook aan. Met andere woorden, dat is de drive control, dames en heren. Ja. En dat werkt perfect. We hebben ook een besloten om naar Niezijl te komen. De 3e van juni, zegt de Throttle Monkeys. De Throttle Monkeys komen ook. Nou, mooi is nou uit. Ja. Dat wordt gezellig. Dat wordt gezellig. Jongens, heb ik een te kleine partytent besteld? 3x3 meter. Is dat de man? Ja, 3x3 meter. Nou, 3x3, ja. Nou, goed. En 2 hoog. Dus ik kende net zuur, eigenlijk net niet in stomen. Tik me eerst in kabben. Oh nee, daar is natuurlijk wel een pro. Maar dit nou even pro, dat kan dan niet. Dat zeg je dan niet. Dat kan niet, hè. Ik ben wel live, hè. Oh ja, is ook zo, hè. Ja, Wolfman had het in gehoord. Welke mod is dat dat je de 4x4 kan aanzetten? Dat is de drive control. Drive control. Staat volgens mij ook in de modhub. Zet er een mesbak heen, dan kan je zo doorrijden nemen. Ah, ik vond dit wel heel mooi om te zien. Tada! Ja hoor, en we hebben al die zorgen nog, hè? Ja, zo is het ook nog. En we hebben geen ijzerbak, dus we moeten allemaal holen ook nog. Ja, maar we hebben schuren volstoren worst. Ja. Toen we hier op deze map kwamen, dachten we van, wat moeten al die schuren neer? Maar we hebben te min, hè? Te min schuren. Nou, ik zei eerst van, nou ja, hè, mooi dat die groene schuren er allemaal bij kennen, maar dat kon ook niet. Nee. Was... Hey, Muus. Ja. Kist hem bij me komen? Bist schoort? Ik zit, ik heb een probleem. Ja, dus is, oh ja, dat moet niet de hoop dat de trein eraan komt, maar wel. Nee, je mag dat niet voortkomen. Ik zal vierwielen. Oh, die jak al aan staan. Hoi, kill. Wat is er aan haast doen? Hey, je hebt een slinger. Aan het rad? Ja. Ik heb die hele polen hier, sorry de wolf van die mooie truc. Nee. Maar, de psyche kan eruit liggen. Hele deur. We maken een spoorboekje er ook wel in bij, maar ik weet niet welke tijden dat ze hiernaast kan. Oh, met oog op, met oog op, dat is er al overheen. Wat je wel. Hoe ga je toe staan? Hier. Hoe ver ben jij daar? Ja, kom maar aan. Hoe is het staan? Ja, ik moet hem toch even recht in de berm zetten. Oh, zo. Zo. Nou. Deur in. Oh, wacht. Wacht even. Heep stop. De Deathman doneert een euro. Die zegt, doe maar even van 6x6 met verdieping. Ja. Gaan we doen. Ik heb hem verdorven besteld, dames en heren. Een hele mooie. Grijze tent. Zietwandjes, nice. Achterwandjes. Alle erom en eraan. Ook geen blame, maar hoor. Ik gewoon, ik heb het al aan de Wolfman verteld, dus niks nice voor hem. Maar ja, doe maar. Ik ga het even met zeggen.
Ik heb een mooie, Groningse vlag heb ik besteld. Ja. Die wil ik ook in de tent hangen. Ja. En ik ga nog een wempel laten bedrukken met eetmisvorming. Ja. Dat is zoiets vanmiddag nou. Wel, wat zeg ik dan? Kalm. Kalm? Kalm! En op de achterkant van de tent komt zeker gas te staan. Nee. Dat wil ik eigenlijk op een busplaat, maar die kan, gaat er ook naar staan. Goeiedag, hem. Ik heb nog 6 kuben over hem. Dus. Ja, hol maar naai hoor. Maar, ja, doe ik hem, joh. Denk erom, doe. Wacht, ik moet, nee, ik moet mijn GPS-lintje hebben, man. Ja, de slingers moet gewoon van het padden af doen. Nou ja, dat niet maakt ook 70 kilometer, dat kunnen we niet halen. Nee, het is een case, come on. Sorry. Leuk, hè? Zon niet, hè? Nee, is ook zo wel. Nee, doe begonnen. Ja. Doe begonnen. Ja, ja. Daar is nou voor. Ja, en samenspraak met de boel. Case dit, case dat, hè? Case in weer tussen stoelen, nou, ik ja. Zo is het, hè? Nee, hoor, geeft niks. Dit is een, de trekker heet ook echt de beast, maar het is ook een beest. Een beest van trekker. Dit was in FS15 altijd onze favoriet. Dat was onze hoofdtrekker. Ja. Als we, en dat ging niet om dat een Kees, als het een Klaas was met deze rij-eigenschappen, dan was het een Klaas best. Ja, zo is het. Maar elke trekker zat vast en de beast die kon er gewoon op 2 wielen er even deur komen. En dat was gewoon echt. En de kon er eigenlijk niet goed tegen, eerlijk gezegd. En toen kwam er ook op een gegeven moment een T7, hè? Ja. En dat ding was zo zwaar, dit spatbord die kroop gewoon de achterraad in, hè? Ja, sorry, hè? Maar dat ding, liep ook aan de brandweer, eerlijk gezegd. Ja, kijk, dan word je op duur, ja, je moet wat, hè? Dus, ja. Jammer. Is de map een aanrader om te downloaden? Ik zal het doen, joh. Hij is wel groter, denk erom. Hij is groot. Maar ik mis dat vastzitten, dat mis ik wel eens. Gewoon die lekkere blubber praktijk. Ja, komt nog wel weer, joh. Is er al, toch? Dat is er ook al, ja. Dat vond ik wel heel mooi. Ja, maar ik wil ook op een gegeven moment, is het ook een keer, ja, is het ook wel, ja. Nou, oh. Nou ja, eigenlijk moet het zo wezen, zeg maar, dat wanneer er heel veel regen valt, dat je daar vast kan komen te zitten. En ja, die plek die van net wel, zeg maar, dan bleef al water komen. Ja, en dat had het nieuwe spel Cattle and Crops, hè? Ja? Ja, die gewoon door wel een beetje mee bezig. Is hem al hoors leeg, hè, Muus? Ik heb hem leeg. Meen je niet? Ja. Ik kom eraan. Kom op de brug heen nou. 200 kuub bunnen, dat schiet wel op. Hij killed, was de worms verzoek maar zo. Nou, hier zit een rat. Muzen. Daar ook vanaf. Dat was al bijna weer een overgangsstation, Koos Jaap. Ja, dat weet ik, jong. Waar ga je doorheen? Ik moet even mijn rotair, hè? Geef het over Delft Ziel en dan weer een maar zo. Ja, hij met Piet van de Ziel en terug. Ja? Piet van de Ziel. Oh, daar was hem. Oh. Nee, ik riep. Doe iets niet, ik wel. Nee, ik niet. Tikje voor u. Nee. Ga eens kijken. Nou, zit er weer naast. Ja, ik heb hem. Ja, ik heb hem. Bij welke map is er al modder? Er ben map met modder, maar ik weet niet zo 1, 2, 3. Hey, Wolfman, wie is er daar? Nee, niet zo. Ja, ik heb ze wel zien, maar... De noem ik ook vanuit. Nee. Dutch Farming, vorige keer in de livestream heb jij ook al een keer zoiets gemeld. Dit was wel de laatste keer, ja? Verder ben je wel een heel leuk jonkje of verder. Ja? Anders griep Wolfman in, ja? Dat wil je niet. Dat wil je niet, doe zeer. Nee hoor, ik deel gewoon de pinnen. De pinnen. Kijk je, wat voor pomp is er wel niet op je giertank staan? 80.000 liter pompen, ja. Ja. Weer geen. Tada! Ja hoor. Nou, dan slingen we weer naar de overkant. Letterlijk. Met een poepslinger.
Ons doel is, Ko, is om overal zon we blad 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 hoe zei je dat? Blad 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 ja juist hoog en dat blad 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 Ramadan, ja. Ramadan. Nee, blad. Nou, even serieus. Blad Ramanas. Nee, en dan wil Ramanas, ja. Ja, dat zullen wij in alle velden blaffen. Dat is goed voor die grond, hè? Ja, dat is voor die grond. Dan kan er weer een gezonde grond ondersteboven komen, hè? Even diep woelen. Even 5 meter diep woelen. Ja, 5 meter diep. Ja, joh. Straks kom je in China uit, zeg. Dus je moet er in China beginnen te rommelen, hè? Ja. Dat ze daar gaan denken, waar moeten die mollen hier? Nee, dat zijn wij. We hebben Alexander Pechtold hier in de chat. Oh, ja, joh. Nice night. Ziet ze? Zo zaterdag al trek. Ja, weet ik, de kriepen. Zonderdag, hè? Is dat zonderdag? Ja. Ziet ze Dirkstra? Mooi, ja, ze. Mooi hemers en kousiaten, zegt hij. Goeiedag, Heemdo. Ja, nog 34 tot de 8500 abonnees, dames en heren. Hoi, kill. De dag breekt aan, jongens, dat ik niet check in laat staan, ik zweer het. Wie is je? Sneller dan dat je verwacht had, of niet? Klopt, hè? Ik wil eigenlijk nooit in vakantie staan. Ken, hè? Ja, dus even rustig in de chat. Kalm aan. Als je mij... Als je, nee, precies. Kalm aan. Doe even een like en abonneer, anders rot op, zegt de Deathman. Hij gilt. Wil je moderator worden? Er blijft toch geen chat erover? Hé, hey, Wolfman, moet er een moderator bij of zegt van... Nee, hoor, dat wil ik niet. Ach, zo minder. Dat moet ook maken, hoor. Ja, ik doe er niet zo moeilijk over. Nou, maar wat ik doe. Doe ik eens boos, ik en hij. Nee, dat vind ik niet. Als het dan met chat gaat, is het de boos. Oh, nou, dan doe ik maar nooit. Nee, klopt. Nee, dat vind ik eerlijk. Dat is gewoon een serieus broodje. Ik heb mijn ding even zat. Ik draai hem helemaal weg. Hier riek hem in één keer erom. Bist u nou ook precies heen en weer? Ja? Oh, op zich netjes. Word er Wolf mee, jongens. Ik zie hem niet. Ik kom nog in de laatste dat de rij hem in de dingen goed ben. Ik heb veld. Zoiets, hè, Muus? Dat zien. Was er dat zien dat leeg is? Ja, dat zien is nou ook leeg. Oké. Okay. Dus ik kwam eraan. Moest er eerst ook al zo'n tank, of niet, hè, Muus, voor de Wolf, of niet? Nee. Dat niet. Nee, maar... Die moet gelijk komen. Wat voor tank is toe? Door is toe, ja. Ja. Welke tank is daar? Nee, we hebben die melktank, maar er gewoon gisteren in doen, dat ken je, hè? Nee, dan koop ik hem naaien voor hem. Oh, dan moest hij wel even die doen met die zuurpomperij. Maar eigenlijk past het niet, want we moeten ook even naar 11 toe straks, te stronjen. Ja, en dan kunnen we toch met 2 vrachtwagens aan het bladen. Ja, dat is goed. Koop hem zo'n tank voor zo'n wolk voor die jongen. Doe ik even. Gas. Ja, rustig. Drijfmest tanks. En dan hebben we deze. Hoofdkleur zwart. Wielconfiguratie brede banden. Velgkleur die zilver van de dingers. Design ontwerp. Design zaugarm. Dat was hem. Sta je in Kloobie Winkel, Mr. Wolf, hè? Yo. Voor mij ken ik voor erin. Ja hoor. Ho. Ja, Jeroen en Patrick doen ook houden best, jongens, hè? Absoluut. Dat mag je ook niet vergeten, hè? Anders ben ik straks hier alleen en daar heb ik ook geen zin in. Ja, Patrick, dat wordt niet gezegd. Sorry jongen, maar nee, zo bedoel ik dat niet. Ik heb altijd gezegd, Jeroen is een van mijn beste technische assistenten. Dat heb ik altijd gezegd.
Dat is die beste technische assistent. Dat is eigenlijk mijn enige technische assistent. Daarom, dus dat is de beste. Ja, dat wordt niet zeker, maar dan klinkt zo. Nee, dat is gewoon zo. En Patrick, die let ook goed op, helemaal niks mis mee. Zo, ik heb gezegd. Hey Muus, wat is bladrammelaar? Bladramadan. Ramadan. Bladramanaas. Bladananas. Dat is, dat kun je inzaaien. Groenbemestertje. Een groenbemester. Dat betekent, als je dat laat groeien, en het is, nou, het komt net twee koontjes boven de grond uit, dan pak je plauw en dan zet je dat weer aan elkaar in grond. En dat is een goede mest voor de volgende product. En de aaltjes. Ook voor de aaltjes? Ook voor de aaltjes, ja. Oké. Okay. Maar waar? Wist je niet. Diebe Denny zegt, Patrick is oké, olé olé. Patrick is oké. Patrick, nee, Patrick is oké. Patrick is oké, olé olé. Wie had won vanmiddag, Jan Feyenoord? Ja, en Groningen ook, hè? Ja. Ik kreeg een alarmmelding op de RTV Noord app. Nou, ik denk, wat is dit voor, hè? Wat is er nou gebeurd? Of, Ja, ik heb het niet. Wil je als je even tijd hebt, oh nee, alsjeblieft, mijn naam zeggen. Stijn Huistra. Zo, ik heb het. Hebben we alweer een rondje, of een dinges dan? Ach god, ja. Dat is nou... Nee. Geef niks, Peter, hoor. Wat is dat, joh? Nee, geef niks. Wat is dat? Nee, dat zal straks wel zijn. Dat zal straks wel. Och, nee wel. Tegelijk, hè, Muus? Ja. Maar ben je snel aan het worden met die stuurtje? Ja, ik ben een max in de truc, jongen. Nou, kijk maar op bij de eerste bol. Ja, nou komt toe eraan. Haha. Hé, hey, maar... Hey, hallo, wat doe je hallo. Met op mijn weg te staan, doe? Hoi, eens. Maar dit is toch een kiekgeluk, jongens. Kom maar zeg, kijk nou eens. Wat is nou? Ja, dat ding is 10 meter kleiner worden, die... Wat? Ah, ik doe eens een tjennemaas kog, kloon. Hé, Muus. Ja? Hij riep me een tijdstuk stinkje. Wat is dit? Echt? Ach ja, er zit een raad men dan onder. Tjonge, jonge, en een verkeerde velgen achter. Ja, maar praat de wilden eronder. Ja, ik snap er al niks aan. Hij doet net andersom. Nou, red je er maar mee. Ja, dat wel. Zal ik hem voor die verkopen wolf, dan bestel ik die gelijk weer naaien. Ja, doe dat maar. Moet je mee blaskoppen, ja? Alsjeblieft. Oh, dat moet dat goed niet. Doen. Hij is trouwens... Als je dat als directeur zijn en niet meer kent, dan wordt het ook waar, hè? Ja. Hey, poep. Oh, je zit weer de verkeerde... Nee. Waarom pak je hem dan nou? Hij is er niks in zitten, Koop? Wat? Jawel. Nou. Ik heb er denk vol belaaf neer. Het is de TSA 100. Ik denk dat we opleggers kunnen door een dolly. Hoe kan ik zien? Dit is een mod. Er zit toch alleen in de winkel, die kun je toch gewoon zo aanklikken? Ja, dat moest bij de drijfmest tanks moest weten. Ja, dat heb ik. Drijfmest tanks. En dan heb jij, maar hoe kan ik zien waar die zuigarm aan zit? Dat moest bij de selectie doen, zuigarm. Oké. Okay. Die trigger doet het niet meer, wat is er aan de hand doen? Hoofdkleur, zwarte. Ja, nou wel. Nu ja. Ik heb mezelf ook nog aan de koop. Design, oh wacht maar even jongen, ik heb hem al. Moest de TSA 3000, 30.000 hem. Ja, heb ik. Design ontwerp. Ja, en dan zuigarm. Zuigarm. Ja. Oké. Okay. Je hebt niet voldoende geld, wat is dit nou weer daar? Eén uur smak heb 10 over. Oh, ik koop hem zelf wel. Ik heb zelf ook genoeg. Oh ja? Ja, soms heb je een 500.000. Ik heb 248.000 euro. Oh, kijk aan. Je hem daar. Nou, red hem maar. Zo, eerste lijn.
Vriend. Kopen. Ja. Yeah. Oh, wat mooi. 340 likes, dames en heren. Jammer. Druk nog even op een duimpje, jongens. 340 alweer. Zal we een 400 duimpje doen? Iets? Heeft iemand een leuke suggestie voor een rondje die we nog niet hebben gehad, ja? Ko. Yo, ik ben alweer voor, hè? Ja, welk rondje hebben we nog niet daar? Wolfman, wat voor rondje hebben we nog niet daar? Ja, we hebben zelf al vandaag, geloof ik. Dus ik word het zo langzaam dan niet meer. Doe maar allergrootste vriend worden. Nee! Oh, nou, dan maar nooit. En doe maar Wie wil Emus en de Wolf vergezellen op trek niet zo? Genoorne. Nee, dat rondje doen we niet. Iedereen komt al. Zal er zoveel komen? Ja, denk ik wel. Toekomst de hoop. Ja, ik weet niet of ik nog wel kom. Onscheiden. Oh. Ja, ik kom altijd. Ik laat mijn vrienden niet in de steek. Nee, we doen een dorpsrondje. Ja. Dorpsrondje, oké. Okay. In welk dorp woon jij? En zet de provincie er even achter. Bij de 400 likes, dames en heren, dus we zijn er nog niet. Een dorp en de bijbehorende provincie. Wie moest die gestoord op, Emus? Ja? Ja. De koeien hebben ook nog zoveel punten, hè? Ja, de koeien hebben ook 200. Oh, kijk hè. Die hebben ook een goede poepen mee te doen. Die hebben wel meer dan een kwartier op een roosterstand op kijk. Wat wil? Mooi is nou. Ja. Nee, nou nog niet. Het is nog geen 400 rondje toch wel. Ah, jongen, mag dat uit. We mogen gewoon feest van. Ja, wel gewoon nou doen. Ja, jongen. Nou, vooruit. Empel Brabant. Limmen Noord-Holland. Vianen Utrecht. Wolvega Friesland. The Deathman, die woont in West-Friesland. Zeist Utrecht. Holten Overijssel. Minuten Poepenrondje. Uit. Hey, Blapvis komt uit Uduzengren. Nieuwegein Utrecht. Slachten Groningen. Dieren Gelderland. Nieuw Leuzen Overijssel. Alle minpunten van een Nieuw-Holland. Reahaus Friesland. Balkenbrug. Mechelen, Achterhoek, Leid en Overijssel. Voerendaal. Burgum, Friesland. Oh, vlakbij, hè? Zo is. Tebergen, Kaatsheuvel, Veerwert. Grun, Evelien, hè? Oh, Evelien, dat is van Poekie, de hond. De Reeuwijk, Rodendrenthe, het Zand. Het Zand, Groningen, Klaas-Jan Kruger. Oké. Okay. Hey, ja, Klaas-Jan, jong. Johan is in zijn. Oh, die worrelboer. Ja, Johan, ja. Die riep op ons. Ja, is ook zo. Rauwveen over Riesel. Dat is Knol, hè? Roland Blauwwinkel, hè? Daar ken ik Knol. Wel. Ja? Ja. Ook ik heb bekend. Nou, mooi werk doen. Alsmeer, Sellingen, Engwierum. Goeie dag. We staan even, dus ik riem er zo onder, ja? Ja. Zoiets? Nee, want ik zit er gewoon in mijn tikje. Oh. Oh, heeft niks. Oh. Yo, zakken. Zo diep in die zaukbouws doen. Jeetje. Richtig in die zaukbouws. Grollo, Openda, Opegel, Hoogwoud, Ten Boer. Ten Bouwer. Kom ik ook enkel wel eens. Emus, dit is wel een mooie stream, hè? Zegt Ziek Heil. Hi, Kilden. Just for YouTube, zegt. Franeker, Friesland, Drenthe. Hey, muziek gaan, maak er nog een leuke stream van. En tot morgen, hè. Ridder on tour, jongen. Zeker. Ridder, hey, Patrick, ik blok niet, jongen. Ik ging gewoon verder. Moest even
Hey, Muus, doe die microfoon hem en die koptelefoon hem af. Ik hoor niks. Maar moest gewoon een beetje verder aan de binnenkant van zijn handvat smeren en zo. Dat zag graag. Oh, de boel ging erom. Jongen, ik wil dat. Ik moet opbouwen. Thank you. Ja, je hoort speuren om mijn roer. Tot morgen, Patrick. Ridder on Tour. Goede YouTube-channel. Check even. Het mooiste dorp van NL, Oldermarkt. Levi die zegt, laat dakpannen maken met Emu's Farming erop. Ja, ken ook. Ik woon in Halfsen. Kent niemand, gok ik zo. Halfsen. Harfsen. Harfsen. Nee. Harfsen. Ligt daar vlak bij Warfsen? Oh nee, dat is Warfen. Ja. Tropel City. Limburg. Fire Night Wolf 25. Waar woon je? Stefan. Wie is wat Stefan zegt? Nou. Gaat! Dat wil ik maar hem zeggen. Hey, muziek. Nee, dank je. Ja. Ja, ik... Haas! Zo. Nou, niet goed. Het kon nog wel eens sinds jij die nieuwe microfoon hebt, is gewoon waard. Is nee. Haas! 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 Ik mag nooit! Haas! Sorry, ik ben verleerd. Ik ken nooit meer, jongens. Dat stem ook weet voor mij, nooit. Ik ken het alleen maar in de Batman-vorm. Gaas. Goh, dan komt er weer een kind beneden. Ja, dat wil nog. Ja? dat ken ik dan weer wel. Ja, maar papa. Bidi, 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 bidi. Ja, bidi, bidi. Maar Thijs is ook wel een traan. Nee, ik kom goed. Chris kent ook goed trouwens, let op. 1, 2. Gas! Oh, echt zien pa. Oh. Oh. Ik was een beetje verleerd, zeiden ze. Ja. Ik heb zo'n gevoel dat de buren zich de puntje, puntje, puntje schrik. Is dat nou terug op het chat of zo? Wat nou? De wolf moet jak, jongens. Call an ambulance. Oh, wacht even. De wolf, de Deathman doneert een euro. Laat Wolfman nek een seup te geven, ga zeg, zegt hij. Nou. Ik ken het, nee. Dan geeft hij die euro. Doe maar even. Dat ken ik niet. Nee? Nee, dat ken ik niet. Nou, Deathman, helaas. Haas! Kijk! Godverdorie, tang nou. Ik schrik me de bult toe. Hai, hai. Oh, ik slaap weer de pleuren hier. Wat ben jullie met ook stelletje gek bij mijn koor, zegt Jeffrey Snoeying. Nou, zo netjes. Yes, even moet zeggen, ze hebben Bart Woestenenk. Doe we, jongen. Doe dat nou hier niet. Doe moest er zo meteen erbij, hè. Over wat erin... Oh, ik kan net zeggen. Over wat er in de tank. Volle, even zo. Jo, Kalm. Hé, hey, jong Wolf, denk om je vuurgril. Ja. Begint Wolf te houden. Ik kan ook weer een K&W hier. En wie wil nou anders even een ritje doen? Wil ik nog wel even met tank erin? Ik heb GPS aan. GPS aan, laat. Ja, dat mooi, jong. Oh, wil je hem erin komen? Nee. En met tank? Nee, ik ben de... Nee, jongen, ik ben vrachtwagenchauffeur geworden. Sinds ik de stuur heb, ben ik vrachtwagenchauffeur geworden. Ach, goh, ja. Ruik hem alweer. Hij staat midden op de brug. Wat is het, hoe? Hij staat op de brug.
stap maar uit. Maar dan heb je ook ruiven weer met kanen, hè? Oh, hier. Bij de koeienhond je hem nou weg, hè? Ja, drijf hem weg. Oh, wacht even. De Deathman doneert weer een euro, en zeg. En Matthijs graag ook een keer. Matthijs, je ligt al op bed, Deathman. Chris is hier nog. Chris, nog een keer? Ja? Ja? Komt-ie. Chris! Nou doen we niet meer aan wat Matthijs echt wakker. Oeh! Wist er weer een beun? Nou, hast een beun. Oh. Ja, is goed, jong. Oh, iedereen in de chat. Chris gaat op bed, jongens. Zeg hem wel terug. Nou, droge nacht. In de pot vol. Is ook een mogelijk voor film, toch? Komt de Dolly voor de bedtrailer ook nog online? Er is een update aan de gang, jongens. Komt eraan. Ik ga weer weg. Hey, Muus, fijne avond nog allemaal. En blief gas geven. Doen we. Slaap lekker, Chris. Slaap lekker, Chris en Ronté. Ja. Je hebt me succes gewenst met het afrijden van mijn autorijbewijs. En daardoor heb ik hem in één keer gehaald, zegt Bandenplaksel. Ja hoor, kan ik me nog herinneren. Zekers. Goed bezig. Ja, fantastisch. Chris, kus. Kom hier, geef mij een kus op het lijstje. De Deathman doneert een euro en hij zegt, ook goud, jong. Nou Chris, je hebt een euro gekregen. Hey. Oh, Ko, zeg hem Hakseloor. Hakseloor. En zeg hem dan een keer Shilojibon. Shilojibon. Schitterend. Nou, hoe ligt het de wolf? Is die tangle hem leeg knabberd of nooit? Nee. Ik rie hem op spiegels en maakt eruit. Dat ken je nou met een stuur, hè? Heb je de Big Bird DLC? Nee. Ik vind het te... Wordt te weinig gebruikt. Leuk een keer om te bekijken, maar dan is het toch gebeurd, denk ik. De enige machine die ik zou gebruiken willen is die diepteploeg. Die grote ploeg. Maar verder niet. Staat BTN ook bij Trekker Trek Nisaal? Ik denk het niet, maar dat was op zich wel een geinig idee geweest, maar ik denk het niet, nee. Nee, de sponsoring van BTN begint nu langzamerhand op een laag pitje verder te lopen, jongens, hoor. Bij hem denk ik ons ding wel gedaan, toch? Go! Ja, wa. We zoeken weer een nieuwe sponsor, jongens. Wie weet er nog heen? Je moet eigenlijk straks hem knieën voeren. Nou, wat denk je van Hazenberg, dier- en tuinvoerdering? Mijn halfbroer, die kwam gisteren met hoeveel kaninen aan de muus? Oh ja, met drie kaninen. Hey, kill. Kwik, kwek en flappie. Ja. Onze tweeling die was gisteren Jorg de Wolf. Ja. En mijn halfbroer die had ook gezegd van nou wie is waar? Ze moet mijn knieën nemen. Ik zei dat Lota alsjeblieft, die wil ik niet hebben. Want een keer raden, dat ging hartstikke fout. Niks aan. Ja, dan komt er hier met twee puutjes met voer aan. Nou, en toen kwam er deus met een dekje overheen. Dan wist ik wel genoeg. Pak een stro naar ben, pak een hooi naar ben. Nee. Niet best. Nee, nou dan moet je ze toch maar weer met redden. Ik vind dat een waardeloze cadeaus, broer Sjart. Hi, Kion. Ja, ik vind dat ook niet in. Hij vond het wel grappig, hè? Ik had hem wel knieën ook, dat scheelt. Dus ze zitten nog wel mooi in het hokje. Alleen dat ik en... En moest ze voordoen voordat ze eraan hecht, hè? Ja. Dat klopt, hè? Klopt, hè? Ah, Ingrid die vindt ze ook wel hartstikke schattig. Dus ja. Oh jee, nou is het kloor. Ja. Nou, Liet, kom ze eraan? De wolf? Ja, dat is toch een gekke ding. Dat wil niet, ja, dat doe. Maar dat is wel. Ik ben alweer met een volle tank hier. Ik sta ook nog vol. Ik kom met 17 kilometer in jonge kanen weer op, Jordan, terwijl ik alles iets zeg. Nou, ik pak even mijn condor. Blijf me hier even. Blam, 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 blam. Doe eerst de. Hè? Hoe kan dat nou dan? Heb jij de cruise vol open staan? Ja, maar dat denk je dat je niet meer aan. Dus oh nee, is ook zo.
Oh, dat is die de bier zeker of niet? Zal een stuk weten? Denk ik niet. Ik hoop het. Ik denk het wel. Ik denk het niet. Ik denk het wel. Ik denk het niet. Gasolie hoor. Gasolie is op. Ik weet niet wat er allemaal op is met. Gasolie. Zeg een hang in ieder geval. Staat het tankje in het rood of niet? Nee, dat is al een rood tankje hoor. Ja, gasolie op jong. Oh, wacht, er zit een gang af. Oh. Ja, dan is dat ding naar beneden nog. Wat is het ding? Nee, niks. Nou, kom hier maar in de wolf. Ik zeg jongens, slingen door dit jongens, iemand vroeg net wat is bladramanas. Je ziet nu onderin het beeldscherm mijn zaadselectie is bladramanas. Die gaan we nu zaaien en daar komen plantjes van. Dat extra voedt de grond. Die grond, hè? Dat is belangrijk, ja. Wat ben je van het slingen, de wolf? Ik kom eraan. Oh, ik heb hem al aanzetten, hoor. Hou dicht, maar ik... Ik ken niet een beter eigenlijk, die kan wel trek. Gewoon gas geven. Dat lukt hem wel. Schade, hè, stoel? Dit is die zware, ja. Oh, 9 kilometer per uur. Oh, een dikke plumer hoor. Ja. Hey, jongens, ik kom met 2 minuten weer aan, ja? Ja. Tot zo. Yo. Cool. Even muus Oosterhof met Magnum op Rups. Op Trekker Trek Zuid-Laden, zegt Yvonne Anneke Brals. Klopt. Die reed daar. Mooi. Zeg even, dikke Zetor 4712. Oh, dikke Zetor. Wat vies toe van Zetor, Mr. Boel, man? Ja, nee, niet mijn favoriet. Nee. Ja, die oudjes waren motorisch best goed. Maar verder. Ik heb meer met high-tech trekkers dan niet. Sorry. Peter, doe hem normaal, zegt de Dutch Gamer. Oh, wat deed ik? Dat is er niet. Ik deed niet. Zeg even de Zetor goed spul is. Nou, bij deze Zetor is een machtig goed spul. Peter, als je de tank en je overkant aantrekken en één tijd doorrijden. Klopt. Maar we vonden het net even mooi even bij de vrachtwagen even reden. Ja, even met mijn koor in beeld. Hartstikke leuk. Kan iemand nog even 28 euro... Oh, ja. Dan hebben we de Zetor. Ja, inderdaad. Zeepsnor, zegt Menno Mulder. Zeg mijn naam. Hoe heet je dan? Je heet vast niet TB Gameplay NL, abonneer. Dat geloof ik niet. Goedenavond, heren van het goede leven, zegt Stefan Veldman. Goedenavond. Goeiedag en beetraak, zegt goeiedag, goeiedag, heem, goeiedag. Mooi dragger. Kijk toch heem. Woesdee. Er zit mooi geluid in die NB-traak. Dat vind ik echt op dit moment officieel het mooiste geluid in de tractorenopwarming. De NB-traaks. Bist u er met eens, Wolf, hè? Ja, ik vind het machtig mooi. Ja, ze doen het zo precies, hè? Als je dat ding het zwoer krijgt, dan knor er even maar extra. Het klopt precies. Oh, wat, even een beetje skiën, zegt Steven Velma. Ja, zeker, joh. Eben, hou jij van bier en wat voor bier? Ik ben een cola drinker, maar ik lust ook wel een flesje bier. Hè. Als het warm weer is, anders niet. Wil je nog een mooi oud zitmaaien geluid hebben? Nee. Heb je nog een mooi verhaal over Stampetje? Nee, hebben we een pokker over daar. Stampetje die rust op dit moment. Is een diepe slaap. Ja. Ko heeft net 3 stampetjes gekregen gisteren op zijn, zijn kinderfiora. Het geluid is top, mocht alleen iets sterker zijn. Iets, ja? Ja, de trekker zelf.
Ja, je kan hem opvoeren, maar dat vind ik juist het mooie van deze. Ze kunnen het eigenlijk net niet doen en dat is het mooiste ervan. Hallo. Ring. Ik vind het wel mooi dat hij dat het ding trekt, maar... Ja. Ja, stampetje is we moeten weer wat nieuws bedenken. Stampetje is klaar nu. Ja, daar. Dat is mooi geweest. Emu's Farming, McDonald's, KFC, Burger King, Snackbar of Febo? Dat is een goede vraag. McDonald's, als ik in de stad ben. En de Riedlaan van Griepskerk, dames en heren. Heerlijk. Of broodje bril til bij André Dakler. Zo, ik heb gezegd. Even inside. Ik ben inside. Blad er aan mijn as. Er zit een mooi meisje op. Die neemt er een van mij over. Kan ik mooi even chatten doen, ja. Oh, dat lijkt wel weer die eiermeisje. Nee. Ja. Wist wat de eiermeisje doet? Nou. Ze maakt die bouwer weer gelukkig. Nee. Emus, heb je mijn t-shirt al verzonden van Bijnt Roelofs? Huh? Emus, mijn t-shirt al verzonden van Bijnt Roelofs? Dat doe ik niet, hè? Dat doet mijn merchandise partner. Dat weet ik niet. De Deathman doneert een euro en zegt, oké, mijn €28 is dit af. Ik maak er even iets minder van, laat de ander het maar afmaken. De Deathman, fantastisch, dankjewel. Zo, hey, was Ko. Ik hem weer. Deathman alweer gedoneerd, goeiedag. Heeft een eurotje gedoneerd. En die zegt, laat een ander dit maar afmaken. Nou, hij heeft gelijk, want de Deathman die doneert al, fantastisch. Komt er ook een vreet in op Trekker Trek? Ja. Ja, dat is allemaal rochel, hè? Dat komt denk ik vlak bij de Emu's farming stand te staan. Dan wil ik een beetje in de buurt staan, niet? Ja, ik heb nog geen overzicht hoe het terrein wordt, als ik heel eerlijk ben. Nou, het is elk jaar wel redelijk zelf, ja. Ja. Doe even een stukje Duits, Emu's. Ja, waarom niet? Dat is geen probleem. Ja, ik heb donderdag trekker-examen, ja. Oeh, Farmer NL. Viel spaß! Süß! Trekker, die kniepen. Wil vast wel komen, moest Brinkhof even bellen. Ja, Ko had Brinkhof gebeld en die komt ook. Erik. En die stille wil. Erik. Ja. Het houdt toch niet op met doneren, zegt Fire Night Wolf. Nee, dat stimmt genau. Emus, hebben ze een Schaltpuk? Een Schaltstick? Nein, ich habe die Knöpfe auf die Steuerrad. Was sind die Entreepreisen 3 juni aanstaande? 6 euro en kinderen tot 12 jaar gratis. Toch? Gratis. Toch, Ko? Ja, hè? Ja. Is geen geld voor al dat actie wat je terugkrijgt, dames en heren. Nee, we krijgen een hele mooie demo. De Wolf, misschien hou jij er ook wel van, daar komt een officiële tank van het leger. Dat is wel mooi. Met 1600 pk. En wordt trekt die sleepboot in, hè? Delfziel. Ja, hij wil van Niesiel naar Delfziel. Hij wil van Ringweg, hij voor afvordering, zo leuk maar in trek. Oh, Mark Slap zegt, het is te duur, ik kom niet meer. Oh. Ja, sorry, ik zit door aan vast dat een entree is, maar het is natuurlijk wel een mooie plek om even een eetmustentje op te bouwen, hè? Ja, da. Wat dan? Ja, da. Da. Nou, ik heb dat saaien hier ook wel zijn. Gaat wel goud, leuk. Gaat wel goud, leuk. Is die vrachtwagen nog niet leeg, hè? Nee, op zak een kie. Ik kom er ook over ramen volle. Dikke milf op de trekker, ja. Ja, dat was die eierwijven. Oh, die mag die bouwen. Die mag die stimpertje van die bouwen weer de gelukkig. Oh, dit is nog voldoe. dit is een truckstation. Dit is nog vol.
Wie is hier aan het poeberen? Ik zie niemand aan het poeberen. Of is Mr. Wolfman aan de overkant? Ik ben aan de overkant. Oh! Maar ik snap er niks van, hè. Nou heb ik die ooit uit, die... ik kom er met 70 kilometer in Joekane weer af. Oh. Nou mag ik eerst luisteren, Koosja. Ik heb toch geen poep meer in. Dan moest die dat ding omhoog doen. Van het werk af doen. Druk eens op V. Van het achterste gereedschapsselectie en dan die omhoog doen. Hè zo? Aha, maar dat zucht je helemaal nooit. Nee, zucht nooit, maar dat is... Oh, wat voor man. Ik eerst, hè? Ik stond hier maar wat te kie. Ja, ik kan ook nog wat anders doen intussen, dat doe ik ook. Ja, maar dit is binnen leeg, hey, Muus. No. Welke is binnen leeg? Nee, die had ik al, die heb ik al weer vult, jong. Oh, doe die piep omhoog! Oh jong! Gooi eens! Oh, hij killed me. Die hele VA's logo, krassen erop, zie je dat? Dat ken hij. Ik ben eigenlijk trekker, toch? Pak die aan erheen, doe. Kist hem ook nou, dan moet ik die ander weer pakken. Dat wil ze niet. Wat doet Cole? Niks. Dit is wel helemaal niks. Ik moet gaan slapen, zegt Remco van Heren. Wel rustig, jongen. Ik laat de stream lekker staan. Kunnen we lekker weer teruggenieten. Ja dan. Niet dan, Hoeko. Ik denk ik til de tengen, maar dan stroomt de stroom weer in de punt. Ja, hij is alweer vervelend. Jammer, hè? Sorry. Piep, jongens. Ik ben 10, dus gratis, zegt Weeble Games. Ja, helemaal goed. Mooi, maar... Oh. Hey. Oh ja! Wat is er? Nee, hij had hem bijna. Hij zat bijna met die pupfin in die rubberen aanhagen. Ah, dat moet zo warm. Oh ja. Ja, hij zit in die rubberen aanhagen. Hey, Mies, kom jij uit Nijkerk? Nee. Niekerk. In het Gronings wel. Ja, in Nijkerk. Ja, ik heb wel goud jou. Nijkerk. Ja, hoor. Guten Tag, Emus. Cool und Wolfman, zegt de gamende jongen. Guten Tag, wie het zo doet. Cool, je hebt tenminste het vlees voor de kerst al in huis. Ja, klopt. Die knin, hè? Drie van die ram. Ja, dit is een speciale ras. Met ram, toch? Vierde knin. Kwik, kwek en flappy. Ja. Ah, ik word bijna 20. Ik voel me al oud. Ik ben dubbel zo oud als jij en ik voel me nog... Een jonge... keer. Ja, nou dat ook niet zeg maar. Die bedenkt, je tank is vol. Huh? Nee, zo, het gaat goed nu. Wat gek. Entree bij trek. Ja, zo, dat hoort een beetje bij jongens. Even de onkosten ietsjes te verlichten. Dat wou ik zeggen, want dat is wel nodig heden ten dagen. Kan niet anders. Valt niet mee om wat te organiseren tegenwoordig. Mensen zitten veel met verzekering en alles erop en eraan. Kost allemaal geld, jongens. Ja, daar! Klopt, hè? Ja. Sinds dat ongelukje daar in Apeldoorn, die kant ook, is er wel heel wat veranderd. Nee, dat was door die Hardenberg, toch, die kant nog, of niet? Hardenberg ook goed. Met die monster terug, of niet? Die bedoelt. Ja. Ja. Sindsdien... Yo, Ebens, ik was vandaag bij Trekker Drexel Lijn, maar super mooi met de 1046. Helemaal goed, joh. Melvin Huisman, prachtig. Nou, we doen even een leeftijdsrondje. We drukken allemaal eerst even op Dumke. Ik wacht even. Ik wacht even totdat je hem op Dum drukt, ja? Ik druk ook even op Dum zelf. Zo. Bats! Zo, 408. We drukken allemaal op Dumke en dan doen we even een leeftijdsrondje. Hoe oud zijn jullie hier op de chat op dit moment? Dus iedereen eerst op het Dumpje drukken en dan tekst. Wat is de Teamspeak van Ebenbus? Ik gebruik nauwelijks Teamspeak. Ik heb wel Teamspeak. Van de Nitrado server. Sponsor. En maar ik gebruik het bijna niet. Want wij zijn zo Skype gewend. En dat is een stabiele... verbinding. Kost wel een beetje internet, maar ik heb genoeg. Ja, doe ik eens wat twee Skype volgens toe. Jawel. Ja, echt wel.
Ik heb 300 downloaden en 30 up. Dat is zeer goed. Oh, 16, 18, 16, 12, 12, 23, 27, 14, 44, 34, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 33, 17, 14, 12, 16, 15, 46, 37, 12, 12, 13, 50, Nico Zeelte, 24, 14, 13, 15, 16, 16, 14, 14, 30, 21, 33, 12, 15, Nick, Sander, 13, Ruben, 14, Rowan, 12, 13, Mark. Die zitten allemaal wel in de niet-gratis zone, dames en heren. Dion 15, Julian is 12. Ja, die mag er nog net naar ben. Jojo Boy 32, ik ben gisteren 12 geworden. Jeroen is 16, de Gamer de Jongen is 15, Dibiden 33. Ik scroll ietsje verder naar beneden. 71 voor Boudewijn ten Havens. Sietse Dirkstra is 16 jaar. Hilke Maa is 12. Lars 30. Ja, Lars van Dam is 14. Stijn is 12. En Rick is 5. En Robin is 18. Fiatje, 12, zo'n 30, 33, 90, zo'n 20, tretje, 88, 24, 12, 12. Zo'n 20, te oud, zegt Steven Sander. Ramon Ludema, die komt nog van voor Christus. Ook Jan Posmus is 22, Julian Kuriger is 159, Stijn is 391. Rick Aanherod, die het wifi van de bejaardentehuis, die is 90. Gamen Center Edwin NL is 99. Gerry Pekel is 33. Gerry Pekel, ik wil daar de hand schudden. Oh. Kan helemaal goed. De Kale Chinese 36. 36, Pekel. Tikje die boom. Tikje achteruit met de boom. Om. 14, 13, 14, 12, 13, 16, 14. Jongens, helemaal goed. Hoi Kiln. Even weer verversen, kijken hoeveel duimpjes dit heeft opgeleverd. Zo! 458 duimpjes er vanavond deze avond. Fantastisch. Daar. Hoi Kiln. Kiln. Kijk maar even kijken of ik een lamp maar aan heb. Hoe doe ik die lamp wil niet aan? Bovani. Nou, die knop van de stuur is gedeconfigureerd. Weet niet. Hij is vol, op night, de wolf. Ja hoor, ik ben weer weg. Denk om die. Oeh, daar ging weer net groot. Ook weer te bangen. Dat zal. Het schiet wel vreselijk hier in de cabine om als ik die lamp maar heb. Nou ja. Hebben we de stukken al een beetje onder zitten met poep? Nou, ik zit hem te kijken nog wel over de helft ben. Nee, nog maar net om de helft, jong. Wat is toe de wolf? Ja, wat toe? Ik zet hem op GPS en hij begon het allemaal te slingen. Ja, de game te hoog. Zet de game wat leger. Nee, hij moest er eerst in bij de first one, daar ga je geven. Dat stuur van mij, dat staat nog lang niet houden, nu. Nee, is die dead zone was wel goed ingesteld al. Ja, 0 ja, zo is toe. Maar hij slaagt niet terug. Mark Slobby zegt, Emus, heb je al je bedieningen op je stuur of ook nog op toetsenbord? De meesten zitten op stuur, maar ook wel enkel op toetsenbord. Want zoals nu die verlichting, dat is me zo in één keer niet meer op stuur. Dat was altijd linker, shift en een rondje. Hier, dit is linker, shift. Rondje? Ja. Nee, bij mij ook niet helemaal zo. Nou, dan hebben we dat een keer veranderd misschien. Signaallampen. Nee. Ja, oh hem. Ik weet hem. Even wachten, neem u zo. Ja. Linker shift, pijltje omhoog volgens mij. Nee. Nee, dat is zwaailamp. Oh, linker shift, pijltje naar beneden is lamp maar okay. Nu. Ja! Oh, dat hebben we dus veranderd door zo. Is toen dat door hem zo veranderd toen? De Wolfman probeert in één keer alles te bedekken met dat geslinger. Ja, we zijn. Dat stuur dat staat erg lang niet houden. Kijk, Hilden. Hij slaagt niet meer terug, dat stuur. Zet die GPS weer aan. Moest die stuur eerst in de midden zetten en dan GPS aanzetten? Ja, dat doe ik, ja. Oh, sorry, hè? Ik pak even een slokje cola, want ik heb, het is alweer gebeurd. D
Dennis, je weet zelf, zegt... Ik ben er weer bij, hey Muus. Goedenavond, joh. Goedenavond, fijne vriend, zegt... Goeiedag, goeiedag, goeiedag. Goeiedag, hey. Ik moet even mijn logo veranderen, zegt Lars Dussel. Oké. David Venema die zegt... Emus Farming, wanneer komt er weer een father and son? Dat kan gerust een keer gebeuren. Dat waren een van mijn alleroudste filmpjes. Toen deed ik het wel met mijn kinderen. Zo. Ja. Dan ben jij er lang bij al, David. Ik denk dat wij nou officieel serieus een dik jaar bezig zijn. Met deze YouTube channel. Ja, denk ik ook, ja. Maar het was omstreeks vorig jaar maart, april, hè? Ja. Toen was Matthijs in de afzwem. Klopt, hè? Klopt, hè? En nou mag mijn dochtertje op het tweede gas zwemmen. Dus. Mooi werk doen. Ik kom kijken, hè? Dat is gewoon stuur. Ja, dat meen je. Ik kom kijken, zeker. Ja, maar zij is de reden dat we binnenkanten ben. Ja, nee, klopt. Ik stond niet te wachten. Ik ook. Ko, wow. Hey, Ko. Kom eruit, kom eruit. Hoe daar? Hey, mooi hem. Mooi hem. Ah, hoe daar? Ko, een dikke trucker, broer. Oh, ik dacht een trucker. Ik dacht een trucker, tuur. Wat nou? Kom weg met de vieze. Kom weg met de vieze ding. Ik heb snor. Even lekker kribbelting wangetje aan. Ik ruim voor het wegweten. Kom hier lekker, nee. Kom hier. Kom hier, doe. Met die mooie overhandje aan. Kom hier. Kom hier, red me. Kom eraan, kom eraan. Kom hier, doe. Wat is dat mooie steveltje daar, ja. Deur op slaan. Poef, jammer. Ik kan niet bij die inspreng. Nee, ik doe een laam liggen na. Hey, de Wolf, ik heb er nog 6 tonnen zitten, maar als die hier staat. Wil je dat er in mijn handen? Kijk maar naar je hond. Oh ja, dat moet eerst even. Hier, Gerrie zegt al, haha, smie. Als je iets enkel ben je vacuum trok, de Wolf? Nee. Nee? Ik doe altijd halverwege, zeg maar, doe ik de aftercast al aan. Ah, nee, zo ben ik. Nou, nee, ik ben het zuinig als spul. Blijf zo staan, hoor. Ja, mijn eerste video was op 1 november 2015, dat klopt. Maar dat was echt, echt. En sinds code erbij is, dat bedoel ik met serieus. Dat is ongeveer maart. Jongen. Maar ik was eerder al een beetje bezig. Ik vond het leuk om. Om wat leuks op te nemen en door wat van te knippen. Vind ik leuk waar. Go, hè? Ja, ja, hè? Groot Wolf, man. Hè? Hij is leeg, de Wolf. Ga ik weer weg. Zal ik nog even een strandje of moet ik nog even aan doen? Doe maar even. Oh hier, yeah. Ik hoor de piep in mijn hoofd. Gas, 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 gas. Gas, gas, gas. Hey! Wat? Ja, nou weet ik wat er los was, Mr. Wolf, man. Nou? Er was die in de drive control op de M staan. Die stuur bleef stol. Aha. Dat is niet met de sturen doe. Oh. Ja. Hoe bist toen in de vrede en over kan kom? Hoi, kill. Ik vind dat niet meer, hè, die drive-controle en zo. Ik heb geen elektronische hulpmiddel nodig. Nou, zal ik wat zeggen. Hoor ben de kei, jongens. Door achter je natuurlijk. Ja, dat is een beetje. Wat, ik snap die drive control instelling niet, hè, van dat stuurtje. Dat je die stuur vast kan zetten. Dat begrijp ik niet altijd allemaal. Kom maar.
Wat ben je? Hierzo. Ik ben in mijn loren. Ja, en ik wacht tot ik leuven kan. Kijk, nou moet je even de ding omhoog doen en een keer weer gas geven. Zo. Ja, daar is erachter staat voor die vee. Ja, ja. Dan moet je hem weer van gereedschap wisselen en dan doe je hem per buurt. Dat ging wel snel. Jeroen neemt me zelfs ook vandoor, ja. Is zo? Ja. Ik ga hem weer vandoor maken, nog een leuke stream van Jeroen. Okay. Bedankt jongen voor alle technical support deze avond. Ja, wel trusten Jeroen. En bedankt me weer, hè. Oh, Arjen Pepping die zegt, ja dat was leuk. Ik heb al filmpjes even gekeken ondertussen. Nou, mooi man. Oh, ik kill. En daar ben ik nogal waar. Ja, we zitten op 160 filmpjes of zo. Zoiets. Ah, jeetje. Ja. Jeroen, groeten jongen. We spreken. Ik zal proberen toch komende week iets met de app update te doen. Qua soundjes, Jeroen. Niet zeil, wat donders mooi, zegt Nick Schuurman. Komst u ook, Nick? Als u zegt dat u Nick Schuurman bent, geef je dat aan. Ja. Vol. Ik sta weer klem hier, Robby Spoorboom. Schrik, deur als ik kom. Dankjewel. Ja, druk hem maar helemaal op. Goed zo. Nog een keer deur druk doe. Nog een keer Wolf. Yo. Hij ging zonder niet zo de bocht aan. Hey Muus, ik heb iets vets voor je gemaakt. Zal ik het naar je Facebook sturen? Stuur me een privéberichtje. Zeg hem dat jij just for YouTube was en dan... dan mag dat gerust. Ik had lessen, van de week ben ik hem live west op Facebook. Alleen dat schokte nogal wat. Maar als je die live uitzending terugkijkt op Facebook, dan is het wel goed. Wat heb ik gedaan tijdens de live uitzending? Vroeg eens, Ko. Hey Jan, ja? Wat is er gedaan? Met een live uitzending? Ja, Jan. Oh, het volgende. Ik kreeg nogal eens een keer een matje links en rechts van vrienden, kennissen, bekenden, abonnees en fans. En ik kom er natuurlijk nooit aan toe om ze allemaal in de uploads en in de streams te gebruiken. Dus toen dacht ik doe gewoon even een mod check live op Facebook. Was dat niet een grappig idee? Klopt. Hartstikke mooi. En er zat een hele mooie mod bij, hè? Ja, er was één mod bij, die hebben we nou in de upload of in de streams, hè. Dat is de JCB Fasttrack van de heer of mevrouw Jeroen Evenhuis. Nee, joh. Van de heer Evenhuis, jazeker. Mijn volle neef, dames en heren. Ja, het is een neef van mij, oké. Maar het was wel mooi trekken. Klopt, Oh, we gaan nog steeds hem zien laten hoe dat eruit ziet als een bijrijder meerijdt. Moet je hem denken straks. Heel leuk detail. Go. Ja? Ja. Is hier alweer een truc? Ja hoor. Die van mij is nog kloor. Bist u dat Koosjaten? Ja, dit is Koosjaten. Oké. Ik ben alleen maar een vacuum track. Ach, ik heb de klep nog op. Nee, helpt niks, hè? Nee, dat schiet niet op. Is toen de pierbo goed? Ja. Hoe was toen dan inpompen, hè? Met die boven mijn tank, doe. Ik hoop niet boven mijn track, hè? Dat wil jij niet. Zoals toen die pieper muur omhoog doen. Oh, wacht even. De Westlander doneert 3 euro en zegt... Tijd voor een bierrondje. Tijd voor pils. Zo'n bierrondje doen? Ja. Ik vind het goed. Ik moet dichterbij, ik kan er niet bij gaan. Oh.
Doe die piep bij mij, man. Dat is je fucking, dat is je vrijelijk laatste. Ik heb die piep in. Doe echt die piep niet in. Jawel. Nee. Nou, nou klap ik hem in. En zo klap ik hem uit. Nee, de piep nou, doet zo. Ja, nou, en nou heb ik hem inklapt, ja? Nee, dat is hem niet zo. Dat is hem niet zo, hè? Ja, ik zweer ik zie. Ja. Dat ligt natuurlijk niet. Kom maar, ik heb ook wel sorry. Ja, we doen, we zijn ook al met een bierrondje bezig, zie ik. Hertog Jan, zegt Sietse. Hielkema zegt Raad, Heineken, Grols, Amstel, Radler, 0.0, zegt Hielkema. Grols, Bavaria. Kom maar op met die bier, jongens. Heb ik de pijp nou nog uit? Ja. Ja. Hè? Ik zweer het hier. Ik zucht hier. Ja, nou gingen we omhoog. Hij staat dan nog steeds. Ik heb hem nou. Uitstomen, ja, dat klopt. We zwengelt hem ja. Nou achteruit. Heineken ja. Desperado's, dat heb ik ook vroeger wel dronk. Nou, verder nou. Nou, verder. Nou erin. Nou is hij in. Nou, ja. Nou is hij in, ja, nou ben ik hem kwijt. Oh, ik kan hem vol. Ik heb 6 tonnen nog in. Nou, de groet. Groene. Kom aan. Ja, geeft niet. Staat toch wel geen grill meer voor. Nee, daarom. Die had er net een timmy aan, prak. Rick Aangerad zegt de lekkerste bier is van Heemuus. Grols, Guinness, Erdinger, zegt Ilko Bakker. Heemuus, je moet een biersoort maken. Eén bier. Ja, maar dan wordt er gewoon bierfles met cola in, hoor. Brandbier, de lekkerste broer is van Evenbuus. Kerel, doe die pie bij Mimio, zegt Petertje 1-2-3-4-3-2-1. Hertog Jaan, zegt Sander. Grietje Mulder zegt Amstel 0.0. Amstel, Guinness, de lekkerste bier is van Humhuus. Gulpener, Amstel. Hé, hey, dat zegt, ja, dat is zo'n, ja. Coca-Cola. Just for you, YouTube. Ik zal hem bekijken, jongen. Emus Vareming, waarom heb je geen facecam? Is niet nodig. Dat livestream is een beetje bijkom. En dat was niet onze bedoeling in eerste instantie. Co, hè? Nee, klopt, hè? Wij vonden het leuk om filmpjes te maken, maar wij gingen eigenlijk niet om de livestreams. Maar ja, het kan. En het is ook leuk. Maar wij vinden het niet nodig om de facecam aan te zetten. Ik vind het wel mooi om de chat erin te zetten, maar ik vind het zelf ook leuk om even terug te... Ik mag graag de stream even terugkijken. En dan is het ook leuk om dan de chat even... nou, wat heb ik mist? En... Dan kun je dan mooi even zien welke chat ik mist heb of wat dan ook. Want jongens, jullie hebben altijd leuke pro, dus ik mag er graag altijd in terugkijken. Ik kreeg niet alles met. Ik kreeg niet alles met, nee. Hey, Mr. Blocky Games is ook in the house. The block. The block, ladies and gentlemen. Vol, leeg. Het lekkerste bier is gratis bier, zegt Arnold. Ja, zo is het, hè? Nee, zegt Ron T. Geen facecam. Ik kan wel even facecam doen, jongens. Twee tellen. Zal ik doen? Ja, doe maar even. Zal ik even facecam aan? Ik heb hem hier, klopt. Ik heb hier zo'n GoPro'tje die ik altijd gebruik, is wel. Nou, moet ik even uitstaan? Doe even facecam aan. Ja? Ja, doe dat eens. Nou, komt-ie. Dat is hem. Ik kan heel goed buik spreken, hè? Je ziet me niet eens bewegen. Zo goed kan ik buik spreken. Mooi, hè? Zie je me ook al op de stream? Nee. Niet best, ja, net. Ik kan heel goed buik spreken, je ziet me niet bewegen, hè? En toch ben ik er. Ze stoot toch wel, of nee? Nee, want mijn telefoon is net leeg.
Ik heb vaat beeld. Dus, dit is mijn facecam. Ja, ik zie het niet zo goed. Ik praat met je binnen zijn mond, maar dat kunnen we goed verstoren. Nee, ik ken hem nog niet. Origineel blij mee, muziek. Ja, dat doe ik. Ik zal hem staan. Ik zal hem weer zetten. Ik doe de facecam eruit, jongen. Ik nergens op. Nou. Ik moet uitstappen elke keer als ik overspring uit de game. Want anders naait me die trekker uit. Heel vreemd. Zie, als ik nou overstap met al tap, let op wat er gebeurt. 1, 2. Niet leuk, hè? Nee, hè? Nee, ik zit nou niet in de game en de trekker naait uit. Paar, hè? Blakkie, wanneer is het weer tijd voor Sint Hemmen? Dat kan ik je niet beloven, lieve vriend. Kan ik je niet beloven. Wij moeten eerst eens even zien of onze eigen upload dat ik weer een beetje stof heb tot knippen. Kom hè? Klopt hè? Dus ik moet echt even mis. Ja, ik hoop van de week toch wel even een oompje te doen. Maar dat ligt helemaal even aan wanneer, of past. Blokkie hè? Geweldig, doe facecam. Mooi kerel ben je ook, zegt Peter Kambis. Dankjewel, hè. Ik ben heel mooi, eigenlijk. Toch, Koop? Het is mooi proort, maar als het mooi is, dan lopen wij met midden. Oké, sorry. Nou, we hebben stukken bijna op zitten. Dan moeten we nog helemaal anders doen, voordat we helemaal uitscheiden. Zo is het. Ja? Ja. Klopt niet, dus zit in de pyjama. Niet! Ik zit spieren liggen dan ook. Dus, door hem zeg ik hem ook niet aan. Nou, loop ik niks van. Nee, klopt, hè? Nee, ik heb er gediend een hoop, ik ken niet. Jij bent goed in stil zijn. Klopt, hè? Nou, we gewoon er toch even dat stuk er helemaal even onderblad. Dan wil ik nog helemaal anders doen. Wat hebben we nog meer voor het idee, Wolf? Ach, god, bladeren hebben we naast een tal met z'n rijden. Wat ik wil. Ja, dat, ja, maar, ja, dat klopt, maar. Ah. Ja, dat wordt niet meer waar. Nee, eerst rond erop, dus. En straks mogen we nog even in de JCB zitten, hè? Ja, we moeten even in de JCB zitten. Ja, met z'n rijden komen. Ja, dat kan. Ja, dat zou je doen. Ik moest achteraf, dat kon ook niet door. Oh! Dus we gaan proberen. Gewoon proberen? Ja. Ik moet even maar dichterbij scrollen, dames en heren, anders zie ik er niks van. Oh, wacht even. Even moet ze blijven staan. Eerst. Helemaal goed. Wat is het donatiedoel dan? Dit is voor Co en Emus een SciTech sidepanel, dames en heren. Want ik ben wel een beetje kloor met de muis. Met de muis de JCB bedienen en zo. Want ik had eerst een controller van Xbox. En dat beviel me beter als met het stuur en de muis. Maar ja, het stuur op zich is natuurlijk wel van mooi. Maar ik wil wel gewoon met de SciTech aan de gang. Want ja, dat. Ik hoop dat het volgende week doorgaat, zegt het blok. Je bedoelt de stream weer met elkaar. Ja, dat zeker. Ja, het moet lukken, maar ik wil niks beloven. Anders zeg ik te veel. Dat moet niet. Ik denk dat ik het hier maar af kan, jongens. Dus breng die stroom maar weer terug. Sorry, man. Ik hold die op. Toes, ridden doe. Welk veld kon nog meer? Hey, moet, we kennen nog 11 toe. Die moet er ook nog een mannen. Oh, nee. En maar je was zoveel stroom, ik denk het niet, hè? Nee, maar. Dat denk ik ook niet. Ik heb moeilijk weer overpompen, ja. Lioness Spirit. Lioness Spirit. Oké. Okay. Zegt hoi Emus en fans. Goeiedag. Weer terug. Emus zeg eens gaas. De jongens liggen bij, ik heb
ik heb in deze livestream behoorlijk hard gas zitten schreeuwen. Stoi, nou achteraf. Dat weet ik niet. Zul ik eens kijken? Ja. Kan er nog een bij op? Doe zit ze achterop, ik droom maar. Ik wil net zeggen, ik zit achterop. Oh, dat wordt lang. Dan gaan we nog even met erin, jongen. Dan doe je één nieuw spekje op. Ja! Nee, ook al. Die is echt mooi. Die moet je laten maken, jongen. Nee, niet zeggen. Anders moet ik dat ook nog doen. Kijk, dat is ook lustig. Ja, dat is ook zo'n mooi petje, al. Ja, doe nooit. Nee, jammer, hè. Oh, ik wil dat ook even zien, jongen. Ik heb bijna kloor. Kom eraan. Wat staat er op die sticker dan? Luister. De Free Monk by Emus. Ja, dat is Jeroen zijn logootje, denk ik. De monkey. Ja. Ik krijg nu gelijk zin om zelf even Farmachine Simulator te spelen. Moet je doen! Ik gebruik een joystick voor de shovels. Ja, is ook een goed idee. Ken dat bureautje van Koda wel houden? Nou, net aan, denk ik. Hold me het niet over. Nee, het is van Ikea. Hij had een paar botjes over. Toen hij minder aan de raad. En verloren. Ja, verloren ook nog. Hij is wel super stevig. Maar, hou even, Ko. Doe haast nog wat keukenkastjes, scharniertjes over. Die is er wat extra mee indrukt, hè? Klopt, hè. Van Brugman. Zullen we een rondje doen? Wacht. Doe maar een rondje. Ik wil wel met. Ken ik ook met? Jazeker, ik zit met. Oh, ik denk, hij zit erin. Wel. Ja, doe. Nee, joh. Dan moet je hem allebei in muur stappen. Dan spring ik in de JCB, is dat waar? Ja, kun je zo bij hem springen. Ja. Ja, dan moet ik erin tappen. Waar ben je hem dan? Bij jou? Ja, we staan hier voor aan de kabakken. Oké. Okay. Oh, hier is die ECB zeker? Ja. Oh god, ja. Oh, er zit een achterop, ja. Ja, de wolf zit achterop. Met een mooi evenwichtspetje. Oh, dit is een screenshot. Waar. Hey, de wolf zit op het straatbankje. Die kun je laten zien gewoon zo. Schitterend. Even een screenshot, jongen. Pats! Zo, Mr. Wolfman. Hier zo. Schitterend. Nou, dan spring ik even de been. Ja hoor, je bent erin. Ja hoor. Werkelijk. Je hebt ook een petje op, Muus. Ja. Oh, dan moesten we anders even uitstappen en ik instappen. Dan kan ik dat petje ook even showen op de stream. Ja hoor. Ko en Wolf, allebei mooi petje af. We gaan nou, in. Zo een rondje erin. Even een rondje van de zorg. Ja? We gaan even een rondje erin. Ik zie helemaal niet hoe. Fantastisch. We gaan hem in, jongens. Oh, die deur die moet helemaal een keertje. Mijn oren die klappen eraan. Oh, dat kan wel even. Kan ik die deur nou ook open krijgen? Ik niet. Dan moet ik bij die stampetje waar ik steek, maar ik oh, niet, hold op, doe. Ik ken die deur. Ja, oh, ik doe die achter u dan, let op. Oh, dat wil niet. Nee, dan krijg je de wolvendroom in de nek. Doe eens, collegiaal. Ja, dat kan hij. Oh. Geweldig dit. Ja, fantastisch. Ik moet even komen bij jou in beeld hebben, zo. We gaan heen, jongens. Even naar Noord-Zuiker. Ja, kijk maar dan. Ik heb de koorten er nooit voor. Maar dan moet ik even de screenshot weer hebben. Oh, wacht maar even, ik kijk wel even mee. Gewoon rechtdoor. Ja? Doe zeg dan maar. Straks eerst de weg linksaf. Ik rij even films heb dan niet al te hard. Nee joh, ik val binnen achterover. Ja? Even hier linksaf, even snel achterom, kijk. Hier linksaf? Ja. En dan iemand geradeaus. Over die beeld, hè? Ja. Tot hoe lang ga je door, zegt Danny Belen. Nou, dit is het laatste rondje, jongens, hè? Wil nog een beetje wolf buiten? Ja, dat klopt. Ja, dat wil ik wel op, maar het is ook wel een beetje diezer, een beetje schemerig. Maar hij blaft hem wel bij beelden mogen komen, moest eerlijk weten. Ja, niks mis. Goh, hier is ook nog een stuk laan. Dit wil ik ook wel hebben, dat we hier bij op omhoog kruipen moeten. Ja, stampetje! Wow, kerel! Even kijken of Wolfman nog zit. Ja, hij zit er nog.
En nou, rechtdoor. Ah. Over de brug. Oké, gelukkig. En Night valt erin, hè? Nee. Ik hoor die bijna niet, dus het is bu. Ja, dat is. Dat komt vaak. Koos, is een beetje goed? Ik zit goed, jongen. Ja, de rest in handjes is wel een beetje brig op lief, kerel. Ja, nou ja, ik heb ook niks aan doen. Nee. Hold die vast, wolf, zegt Gerry Pegel. Dat was straks. We gaan hier weer naar beneden. Straks er rechts op. Hier zo, met drie maanden, fantastisch. Straks rechts? Ja. Oh, dit is ook een mooi beeld. Schiet uit. Rechts? Ja, dan ben je dat. Over het spoor rechts. Nou, ja, juist. Even plat, en plat brood. Ja, dat komt gauw. Dit is mooi dat dit kan, jongens. Fantastisch toch? Nou, weer rechts. En dan gelijk links aan om. Gelijk links aan om. Paul. Nou, links. Ja. Oh, hier links al links. Af. Of is dit Mil. Wordt die ingang, hè? Oh, sorry. Hij heeft rechtdoor, man. Ja, hier. Oh, hier. Denk ik. Oh, ja. Nee, dit is Noord-Suiker, toch? Ja. Ja, dat was de wind, toch? Ja. Oh. Ja, boom. Lekker baan. Sorry, Wolf, met de hazensteng erom, maar. Ja, hoi. Sorry, hè. Ben je in de hazen straks. Hoi, Gild. Nou, hartstikke goed, ja. We moeten nog even één doel en dan riemen we naar de farm, ja? Kom gewoon in. Ik ben niet. Ik vind het wel mooi even dit. Ja, zeker. Ik heb het al helemaal koud, ja. Hè? Ja, laat Ko rijden. Dat kan eigenlijk niet, want dan als Ko rijdt, dan kan ik alleen maar de camera beeld van de bijrijder hem. En nou kan ik ons mooi alle drie nemen in beeld. Dit is toch fantastisch? Ja, we kunnen ook achterop gaan staan, dus dat is ons allebei ook. Of kiest ook... Ik kan wel in drone draaien en omhoog en omhoog even kijken. En ook vanaf een andere kant kijken? Ik kan gewoon naar beneden kijken en ik kan omhoog kijken. Oké. Nou, haal op zich. Wat moet je heen, Ko? Zeg maar. Ja, ik word nooit, joh. We rijden nog wel even naar de bakker toe. Ja, doe maar hem. We moeten even kijken wat er te koop staat nou, of wat wij mocht hem. Ja, bij de bakker en zo. En bij de bierfabriek, ja. Zit er slag in het achterwiel? Nee toch? Ja, beetje wel. In de door. We moeten hier maar kuil wel in bij. Zit er een beetje slag in? Nou, we gaan hem wisselen, maar zegt ook één, gewoon hem achterop zitten, in de plek van Wolfman. Nou, Wolfman staat maar hem af, stap ik er hem af, gewoon ik hem achterop zit. Zit er al in? Ja. Dan kun je ook alle kanten op, Piet. Ja, maar ik ken niet derde persoon doen, maar dat doen we, helemaal haast. Hier, Wolf en Ko. Oh, wat zit Ko lekker knusting Wolf aan. Oh. Hey, Kiel, Ralf Koen doneert €24 en zegt, nou hop, veel plezier met de sidepanel, heren. Helemaal goed. Ralf Koenen, fantastisch, dankjewel. Geweldig. Super bedankt, fantastisch. Iedereen nog even door de... Mooi weer, Ko. Hype de heer Ralf Koenen even, dames en heren. MTS, MTS Beko, MTS Beko, wacht even, oh, ik wil even zeggen nog, MTS Beko, YouTube kanaal van Ralf Koenen. Zo, ik heb gezegd, heel mooi Limburgs accent. Hype, hype, zegt Jente. Oh. Mark Peter Visser, hype, het is gehaald, dames en heren. De dubbele side tag, side panels van Ebenmuus en Koos, ja. Ah, oh, fantastisch. Oh, oh, oh. Emus en Wolfman zijn grote vrienden, hè? Dat zie je wel achter het glas, hè? Ja. Ja. Zit oh, ook... de wolf niet al over mijn knijen strikken, hè? Oh, dat zie ik niet achter dit dikke logo. Nee, gelukkig oh, niet. Dat is kut. Worden met die ene bretel al, Ko. Kijk nou, hè? Hoe moet je, Ko?
Ja, hier moet je weten, ja. Hier bij de bierking, of door wat mijn bouwdel is. Oh, dit is nog relaxter. Een beetje achterover zitten, een beetje cola drinken. Geweldig. Hype, hype. Sydney zegt hype. Iedereen zegt hype. Fantastisch, jongens. Hype. Oh, dit is de bakkerfabriek. Hé, die heeft nog niks. Oh, daar zal er wel wat niet wezen. Nou, wat zo'n kiek. Nou, blijf even staan, hè. Stap ik even op. Kom hier maar even heen, maar hier moest ook weer laars. Kun je hoi Toby zeggen, please? Hoi Toby. Oh, gut, nee joh. We hebben geen gerstemeel. Oh, het is allemaal 9%, 8%. Het is allemaal niks. Dus, dan moet wat bij. Nou, voor van een week. Ja. Een momentje. Mag nog. Jij. Tot hoe laat ga je door? We gaan nog even een rondje doen, jongens. Superleuk. Omdat de donatie vanavond is gehaald, gaan we gewoon even nog even een extra rondje. Even een ere rondje van de zaak, dames en heren. Ja. Zo is er weer achterop. Oh ja. Ik wist gauw voorbereiden, de wolf. We hebben al 494 duimpjes. Daar kunnen we de 500 ook wel in tikken, of niet? Ja, vind ik wel. Mot van Hop en diverse graag. Oh ja, we gaan nog even bij de Hop langs. Wat is dat dan? Dat is vlak bij onze grasveld. Dat hophokje. Hophokje? Daar wil ik nog even laten zien hoe dat moet, jongens. Oh ja. Game Mother 1012 die zegt, ik wil je 400 geven. Nou, het staat er. die paletten ding is vol. Ja? Ja, bier is er, jongens. Zit ik hier gewoon de wit? Een rondje rieten voor maken. Maar even kijken, joh. Niks. Yes, 510 duimpjes. Fantastisch. Heeft Co kinderen? Jazeker. Drie stuks. Drie heikenuttertjes. Geniet er nog van. Ik ga al bed. Morgen periodieke medische keuring. Oké, Peter zelf. Oeh, zet hem op, jongen. Tot de volgende keer. Machtig, hey, misschien zou dit ook met Eurotruck doen, zoiets als vrijdag. Als ik Eurotruck, dat doe ik nog op heel sporadisch. En het meest s'nachts. Ik ben er nog even bij, Muus, zegt Barry V. Goeiedag. Mannen, ik ga morgen loop de wekker weer af om 5:15. Ralf Koenen, hyper de piep. Zet hem op, jongen, en bedankt. Topper. Fantastisch. Ralf Koenen, de groetjes. Mooi, hey, Muus, ik ben er een beetje lood, maar ja, ik moest waken. Ja, dat ken je, dat is dan niet aan, hè. Moest even naar de Hop toe, dat is... Bobbeers. Waar ben je? Ik ga rechts. Links bedoel ik, ja. Ga maar even naar de Hopfenplantage. De Hopfenplantage. Laat me dat nog even zien hoe dat werkt. Ko, word een wiebels toe. Nou, die trekken die hotjes waar. Die hotjes waar? Door is de wolf. Ik denk al, ik zag niet meer op koord, vandoor dat ik hem zo stil was. Oh ja. Nou, deur in en dan deur in. En dan linksaf op de kruis. De volgende val ik links. Ja. Ja. Eerst hem over het spoor en dan links. Dat is boven mijn bult van me. Ja. Doe best wel groot, de wolf. Grote kerel. Doe best klaar. Ik vind het wel fantastisch dat ik het ken, jongens. Ik vind dit echt fantastisch. Doe eens de pet nog. Hey, Muus, doe eens de pet nog op kop of niet? Ja, links wolf. Ik wow. Al met het scherpst van de snede, dames en heren. Oorslaas van de centrum. Maar doe, we gewoon heen. Hier. Nee, dit is de Garden Center. We moeten nog helemaal over brug. Hey, moe, de brein. En dan aan de linkerkant. Zo, een dikke kriebel. Hallo. En nou straks even links, de Hop van Plantage. Hier, dit is de Hop van Plantage. Ik sta bij Muut zometeen. Ik spring hem wel uit in de weg, ja? Of is dat levensgevaarlijk? Dat is dat kunnen, ja? Dat moeten we niet doen. Dat komt niet goed.
zaterdag ook in naar de knieën bij Kool. Misschien om. Oh nee, kan niet. Mieke die moet proefzwemmen. Smiddags. Eerst smugs gewoon zwemmen en smiddags proefzwemmen. Oh, gewoon er maar onder staan, Mr. Wolfman. Breng me dat nog in de bierfabriek, gewoon maar doorstaan. Hier moet je namelijk heen brengen stront en water. En dat is gewoon stront van de koeien en water. En dan komt hier hop. En als je dan hier met de keeper onder staat, dan komt... Je moest even een beetje achteruit, Mr. Boelman. Een beetje verder naar. En dan op R drukken. Oké, nou komt er hop in de keeper. Breng me dat nog even naar de bierfabriek en dan hol me op, ja? Hoeveel rest hem vol? Ik zal even kijken. Nee, ik kan het niet zien. Wanneer gaan jullie weer live? Dat is meestal op een zondag, dames en heren. Hey, muziek ga later, zegt Benny Bully. Later, jongen. Wanneer gaan jullie weer live? Gert-Jan, Campus rechtsonder. Oh. Moeten wij ook nog even een keer doen? Had ik laatst ook over met Samdu. Hey, muziek, als doe naar de knie begiest, dan schust een oranje skaafke. En die is van huis. Nou, bijna. Dan zit het verstapt of zo, is dat ding nog niet vol? Nee, dat is niet al. Wat gild. Dat schudt niet op, ja. Oké, top. En hoe laat live? Volgende week, we beginnen meestal om 19:30. Dat is al krap genoeg. Ook voor Koosjaat, hè? Ja, hoor. En Grietje Mulder. Grietje Mulder, ik heb voor jou gaan we even deze hop doen. Dus snap je de hop nu? Edwin Eck al zegt... Emus, bedankt voor de uitleg over de hop. Ja, we pakken deze hop en in de keeper en rijden we even naar de bierfabriek en dan stoppen we, jongens. Uitroepteken Blok heeft hier totaal geen zin. Dat is Blok zijn ding, jongens. Ja, Ryan van der Weijden, oké. Wel rustig, jongen. En de Wolf doet Christen groeten van hem. Ja, dat mag ik terug, ja. Hey, groet van de Wolf, Ryan. We gaan weer. Gaan we per spoor. Kerel, wat leuk. Een overstuurmomentje. Ja, maar even Max Verstappen. Bottas kwam eraan. En Jochem de Weer die zegt, geloven jullie ook nog ergens in? Maar geloven dat dit tot een goed einde komt, dames en heren. De JCB staat niet in de beschrijving. De JCB staat inderdaad niet in de beschrijving. Ik vind hem hier en daar nog niet helemaal perfect. Maar wij houden ook sommige mods voor onszelf. En dat is met een reden. Ja, mijn internet liep even vast. Oh, oké. Okay. Hoeveel duimpjes hebben we, jongens? 525 heb ik. Zo, ja. Jammer. Hoe je daarheen doet. Hebben we eigenlijk altijd weer een mooie stream. Ik zeg groet, Oet Twente. Dankjewel. Is het ook bruikbaar voor de Xbox? Je kunt PC-mods en mappen... niet opladen op de Xbox, helaas. Wanneer ga je los? Langs aan om... kieken met die map. Ja. Skipper, hou je roer recht, jongen. Wanneer ga je bosbouw doen? Dat zal niet gebeuren. Alleen als we het nodig hebben. Oh. Mooi, wat gebruik dat ding al uit? Kunnen we de 8,5 subs aantikken? Dat denk ik niet, jongens. Wie wil nog hem op abonneerknop drukken? Maar ik vroeg het nooit eigenlijk. Hé, hij is weer op de M drukt of zo? Nee. Hij brengt gewoon nu. Hier, nou zie je toen drie dumps. Hoffen. Ik ga recht uit de deur. Nou, hier is een dumpplek. Ik zal even uitstappen. Ga ik meekijken. Kijk eens even, wat een mooie combi, dames en heren. Die helper A wordt geblokkeerd door een object. Wie is dat steeds? Blijf even stonden, jongens, hoor. Ik ben er nog helpers, hè. Oh. Waarom zegt hij dat steeds? Dat weet ik niet. Ik zag er niet staan. Oh, ik achter mijn koor. Stap je hem allebei even uit de JCB, dan ken ik er even. Ja, dan nice toe. Nee. Dan. Nee, even voor de eindje. Ben je nog lust daar?
Ik ben de Rustaat. Ik sta boven op daken. Oeh. We doen een eindshot, jongens. Nou, waarom is nog steeds helper H geblokkeerd een object? Wie is helper H? Harry. Ja. Harry is in de Wari. Door. Ja, dat is die een beter raakt. Nou, die doet ja. Al komt dat het te hard riep, dat het te langzaam riep misschien. Dat kan ook weten. Nou, even starten. Ah, jongen, loodje. Nog steeds helper H wordt geblokkeerd. Ah, jongen, laat zitten. Dat geeft niks. Ah, ik vind dat irritant. Hoe kan dat, jongen? Wie is daar? Zal ik hem kijken? Hoe je daar hem woel mee? Hallo. Hoe is jou? Ja, hier goud. Al goud. Maar ja, kou is weg. Hij verdwenen. De Scania staat ook niet in de beschrijving. De Scania staat wel in de beschrijving, dames en heren. Nou, nog steeds. Nou, ik heb de info, maar u dan. Nee, nou is het overleving. Ja, oh, dat komt. Iets, dat komt. Misschien dat het heel lang al zo is. Oké. Okay. Nog bedankt dat je hebt gereageerd op mijn vraag onder je nieuwe video. Geen probleem, joh. Jongens, dat is ook zoiets. Ik probeer echt iedereen te benaderen. Alleen, we zitten bijna wel op 8500. Ja. 84,95 op dit moment. Jongens, is er nog iemand die ergens een losliggend abonneetje heeft liggen? Die hem er even op zou kunnen drukken? Ja. Dat zou fantastisch zijn. Nog 5. Miss Twingo heeft ook een goede vraag. Die zegt, wat wordt je nieuwe donatiedoel? Ik denk een stukje risicopremie, een stukje buuscenten, een stukje... We hebben al eerst genoeg. We moeten, ja, als er wat gebeurt, dat we inspringen kunnen. Zo. 84,99. 84,97. Oeh. Oh, dat is ook mooi. Oeh. Mensen. Dat is wel een mooie. 85,01, dames en heren. Woehoe. Alsjeblieft. Gefeliciteerd. Dankjewel, Mr. Wolf, man. Jeetje. 84,97. Ah, leuk. Mooi. Leuk, dank je, jongens. Nee, jongen, maakt mij niet uit. Worden ze kosjaak? Ja, hier, beneden die. Waarom kan ik niet meer lopen? Omdat ik boven op die nek zat. Oh, ik denk dat. Hé, de wolf, wat is er boven op, jongen? Ja, hey, doe moest die stuur in de midden zetten. Doe glist op zee. Hier. Ja. Oh, ja. Cody glit. Nou, dit is wel een mooi screenshot. Hé, hey Ko, dus is met die haken in borstkaast. Maar ik ben net die clown in die acrobaat. Piti. Je bent de clownenwolf en ik ben de acrobaat. Ik ben de bassie. De baron die kreeg nou een pak makers hier voor ons. Ja? Help Smet? Hey, yo! Ja! Iron, die blijft drommel doen. Robert! Hij killed. Jongens, oh, we maken een eindje. Ja, ik doe mijn zaklamp bij mij zo. Oh, kom je nou even dichter bieden? kom hem dichter bieden, kan dat snel. Ik doe even mijn screenshot even weer. Ik denk dat ik op 30 centimeter afstand van die liefst al. Ja, dat is een veilige zone op een stampetje, moet zeggen. Blijf hem staan, jongens. Ik probeer hem een screenshot te maken. De wolf, blijf staan. Hey. Nee, hij zegt toch, kom hem dichter bij staan. Nee, dat is klopt. Ja, maar ik wil je hem noemen dat in hem zit. Zo, keep me eens aan, Ko. Doe een geers me. Zo. Ja, ik. Stelletje clowns, ik ben er klaar bij. Nee, flauw wel. Wat is het met die helper H aan de hand, jongens? Hoi, Kilden. Hey! Mr. Woolman, nou, ik doe. Wat is er aan de hand? Doe, bist u nou? Ik stel er nog steeds. Niet? Hè? Oh. Ja. Niet? Ja, wel, ik stel voor die neuzen. Eh? Wat? Ik zie die niet. Probeer. Probeer. Ik voel me alleen, ik ben me alleen niet zeker. Nee, hij begint over een clown en ik denk gelijk aan Puddeksel met It. Ja, hoor precies. Ja, op nou, trekken. Hij staat helemaal op trekken. Oh, die vieze clown. Ik hoor er niet van, hè? Be a Billy Boy.
Ik word een beetje... Wat is hier? Ik naai hier uit even. Dus ik ga boom op trap staan, maar... Jongens, we holden me op. Kom even bij me staan, ik wil in mijn eindje uit. Dat wil ik net al, maar ik ben hier nou ook weer. Hoe is dat ook alweer bezig? Ik ben bij de JCB. Oh, hier. Ja. Nou, keep me nog even aan. Dit is een mooi eindje uit. Ik vind het met die helper haar. Daar moet ik helemaal over nadenken. Ik wil nog even die screenshot modus aan. Mooie eindshot, jongens. Fantastisch. Jongens! Bedankt voor iedereen. Ja, bedankt voor alle donaties. Ja, zeker. Het was mooi. Blijf zo even hangen. En dat komt allemaal goed, jongens. Fantastisch. Ralf Koenen, de Westlander, de Deathman, Jack Spider, Frankie Roelofs, Ralf Koenen, de Deathman, de Kale Chinees, Jack Spider, Babsi en Koen, de Deathman, Silvano Jeremy en de Deathman. Bedankt voor al jullie donaties van deze avond. En ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, het liken en het abonneren. Dat we ruim boven de 8500 zijn beëindigd. Bedankt in de chat voor de leuke reacties. Iedereen, fantastisch. Het koning wat te zeggen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Oké. Okay. En misschien 3 juni zien we elkaar. Trek niet zeil, dames en heren. En de Wolfman wil toch nog even zeggen. Ja, tot de volgende keer. En dan ben ik weer in het blauw. Ja, in de chat. In de chat. Door hey. Wolfman, bedankt voor jouw avond deze avond. Ja. Graag gedaan. Ondersteuning. Jongens. Supergezellig. Ik vind het leuk om zo nu en dan eens even een gast uit te nodigen. Die altijd ons helpt en dergelijke. Dus bij deze had ik de Wolfman gevraagd. Jongens, ik spring over naar de eindchat. En dan stoppen we met in 3. We stoppen met in 2. Groetjes iedereen. Tot later. Hey. Yo.